Dames en heren, 7:30 is het. Tijd om aan het werk te gaan, zou ik zeggen. Allereerst wil ik iedereen welkom heten, de commissieleden, het college, de pers, mensen op de tribune, belangstellenden, ambtelijke ondersteuning, alle hartelijk welkom. Alvorens te beginnen wil ik even de burgemeester het woord geven vanwege een droevige gebeurtenis. Ja, dank u wel, voorzitter. Het doet zich iets te vaak voor, heb ik nu het gevoel dat ik hier zo met ambtsketen voor u sta. Het is wel het gepaste moment. We komen zojuist met een grote getale vertegenwoordigers vanuit de gemeentelijke organisatie uit het rouwcentrum hier in Coevorde. Omdat een van onze collega's recent is overleden. Monika Elsevier Adler. Haar eigen naam, want ze is Duitse van origine. 15 juli 1960 geboren, dus nog maar 58 jaar oud. En eigenlijk hier in Coevorde als een werkervaringsplaatser in 1988 al in onze organisatie begonnen. Ze is, zoals de naam al laat zien, getrouwd met Rob Elsevier. Ze hebben hier in Coevorde natuurlijk ook twee kinderen gekregen, een tweeling. Spreek mij natuurlijk aan, Evelyn en Tanja. En we hebben zojuist gezien dat er ook vier heel welvarende kleinkinderen inmiddels rondlopen. En Monika stond volop in het leven. Ik zei het al, ze is begonnen hier in 1988, toenmalige afdeling juridische algemene zaken. En die stage was kennelijk zo succesvol dat ze ook in dienst kon treden bij interne zaken. En daar heeft ze eigenlijk sindsdien ook gewerkt. Ook als, wat nu dan het team advies en services heet, als medewerker DIF en ook digicoach. Dus al datgene wat te maken heeft met beheer en registratie van dossiers en documenten. En dat is natuurlijk ook een geweldige verandering geweest in het soort werk waar ze zich mee bezig hield samen met haar collega's. Ze was een betrokken ingetogen, dat ook wel. Maar wel ook een heel zeer geliefde collega. Ze stond altijd klaar. En ondanks het feit dat het qua fysiek, qua gezondheid wat kwakkelend was de laatste tijd, heeft ze eigenlijk tot aan de kerstvakantie gewerkt. Gezien die lange duur van haar loopbaan, kende ze natuurlijk ook geweldig veel medewerkers en veel collega's kenden haar. Een tijd van die gezondheidsklachten, dat die duurde, was het onduidelijk waar het aan geweten moest worden. Maar het is slechts nog maar een week geleden dat ze te horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek was. En dat er geen behandeling meer mogelijk was. En ja, dat was al een moment om behoorlijk stil en aangeslagen op te reageren. Maar dat het zo snel zou gaan, had niemand verwacht. Want afgelopen vrijdagochtend, een week nadat die uitslag kwam, kregen we het bericht dat Monika was overleden. En we zojuist ook haar nabestaanden deelgenoot gemaakt van het feit dat we haar vooral zullen herinneren als een lieve en een zorgzame en trouwe en bovenal dierbare collega. We zullen haar missen. En ik wil u verzoeken te gaan staan om een moment stilte in acht te nemen. Dank u wel. Ja, dan na dit droevig moment gaan we toch de vergadering openen. Wat ik hierbij doe. De vergadering is geopend. En dan gaan we verder met punt 2, mededelingen. Die heb ik niet. Nee, er zijn geen mededelingen. Dus gaan we over tot het vaststellen van de agenda. De agenda, daar heb ik wel een mededeling bij. Voor agenda punt 15 heeft het college geheimhouding opgelegd. Dat wil zeggen dat ik na punt 14 het openbare gedeelte van de vergadering zal sluiten. En het publiek, het belangstellenden die er dan nog zijn, zal verzoeken deze zaal te verlaten.
Dat betreft het vaststellen van de agenda. Zijn er onder u nog mensen die de agenda toevoegen of wijzigingen voorstellen? Zo niet. Dan gaan we naar punt 4, het inspreekrecht. Voor het inspreekrecht heeft de heer Bert de Haan zich gemeld om zijn inwonersinitiatief toe te lichten bij agenda punt 7. Ik stel voor dat we dat dan ook bij punt 7 doen. En de heer Beekman heeft zich gemeld in zaken in te spreken agenda punt 9, gastloos de Zwanenburg. En ik stel voor dat hij dat voorafgaande aan het agendapunt doet. Als u het mee eens bent, dan gaan we verder met punt 4, het inspreekrecht. Punt 5. Inspreekrecht is 4. Ja. Inspreekrecht heb ik net al behandeld inderdaad, dat de heren bij de desbetreffende agendapunten inspreken. Dan kom ik bij agendapunt 5, het vragenuurtje. Daar hebben zich twee raadsleden voor gemeld. Mevrouw Vissering van de VVD en de heer Mulder van BBC 2014. En ik wil mevrouw Vissering het woord geven. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze vraag luidt: onlangs is de VVD-fractie door verschillende personen benaderd omtrent de route naar en van de TVC bij de Brede School in Coevorden. Deze mensen vertelden dat vooral de jonge meisjes die lid zijn van de vereniging niet meer zelfstandig naar de sporthal durven te gaan voor de training en na die tijd ook niet meer zelfstandig terug durven gaan naar huis. Er wordt gesproken over een groep hangjongeren die deze meisjes bedreigen, provocerende opmerkingen maken, van de fiets aftrekken en fietsen vernielen tijdens hun training, etc. Hun ouders brengen deze meisjes nu naar de training en halen ze ook weer op. De omgeving wordt tevens als erg donker ervaren. Inmiddels, is ons verteld, is de wethouder, de heer Brink, hiervan op de hoogte. En onze vraag aan de wethouder is: kunt u maatregelen nemen? En zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om deze situatie te veranderen? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Brink. Openbare woorden, misschien de burgemeester. Ja, maar ik ben inderdaad. Vorige week, in de loop van de week, heb ik een gesprek gehad met de voorzitter van de vereniging. En die heeft het mij verteld. Maar het heeft zeer te maken met openbare orde en veiligheid. Dus ik denk dat de bouwmeester die moet beantwoorden. Als het mag van de voorzitter. Ik sta het u toe. Dank u wel. Ja, geachte voorzitter, het punt is niet helemaal een nieuw punt, helaas zou je kunnen zeggen. Want dat zegt ook iets over de hardnekkigheid die er ook een element van is. Er is vorig jaar reguliere surveillantie gericht geweest op ook een soortgelijke klacht door onze BOA's en ook door de politie. Meespeelt dat het zeker in dit jaargetijde natuurlijk dan ook in de beleving donker is. De structurele verandering daar op dat vlak zijn natuurlijk pas te verwachten op het moment dat het openbare verlichtingsplan, hè, waarop ze zelf natuurlijk wel perspectief in zit, wellicht daar soelaas kan bieden. Maar juist in deze donkere tijd wordt het als extra bedreigend ervaren, en kan ik me ook wat bij voorstellen, als de jonge, vooral jonge meiden, dan op deze manier bejegend worden. Wat we kunnen doen is eenzelfde soort recept wat mij betreft als vorig jaar ook wel effectief is gebleken. Dat betekent dat we weer een gezamenlijk optreden via de wijkagent, maar ook via onze eigen BOA's. In de avondsurveillance dit als locatie mee te nemen. Wat we bovendien zouden kunnen doen is, omdat er ook al gerichte actie staat op jeugd in Poppenharen, om de medewerker van maatschappelijk welzijn Coevorden, de jongerenwerker die daar mee doende is,
om die ook even te gebruiken als een bron van informatie als het gaat om welke groepen, welke jongeren hier wellicht bij genoteerd moeten worden en of daar al contact mee is of gelegd zou kunnen worden. En in die werkgroep, waar ook Domesta en SOM, de brede school, overigens deel van uitmaken, kunnen we natuurlijk dit signaal in de eerstvolgende werkgroepbijeenkomst kunnen we dat meenemen. Dus wat mij betreft zou dat de benaderingswijze zijn. Mevrouw Vissering, tevreden met antwoord of heeft nog een aanvullende vraag? Nee, ik heb wel de indruk dat het wel serieus opgepakt wordt. Ik heb alleen nog even wel de verlichting. Hè, dat is nu in deze tijd, maar als dat stukje toch als zeer donker ervaren wordt, is het dan niet sowieso een goede actie om de verlichting daar wat aan te passen? Want dat heb ik niet echt kunnen horen. Nee, daar voel ik me ook minder vrij om daar iets over te zeggen, want dat gaat de openbare orde en veiligheid ook wel een beetje te buiten. Oké, dank u wel. U zult tevreden moeten zijn of een van de andere portefeuillehouders moet er meer over weten. Als u zich geroepen voelt, dan kan u nog wat zeggen. Als u er niets van weet, hoeft u uiteraard niets te zeggen. Nee, voorzitter. Het verlichtingsplan, want verlichting is inderdaad mijn portefeuille, daar proberen wij inderdaad donkere plekken mee te nemen. Ik denk dat we met name hier moeten kijken, want ik heb begrepen dat het niet alleen gaat om het gedeelte rondom de school, maar een groter stuk van een route. Dus daar moeten we gewoon goed naar gaan kijken of daar inderdaad redenen voor zijn om dat aan te passen. Ik denk sowieso met nieuwe verlichting zal het al een heel anders worden, want in de omgeving staat vrij oude en niet zoveel licht producerende verlichting daar. En met name de omgeving brede school zelf. Ik denk dat we daar, zoals de burgemeester ook in zijn antwoord al aangaf, ook met andere partijen zoals Domesta moeten gaan kijken of daar maatregelen mogelijk zijn. En wie dat dan gaat doen. Goed, ik denk dat u tevreden kunt zijn. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Mulder, die vragen gesteld heeft. Goedenavond, dank u voorzitter. Mijn vraag gaat over de motie uit 2017, wel nummer 13. Dat onderwerp evenementen in de gemeente Coevorden. En die is toen aangenomen met 20 stemmen voor en 2 stemmen tegen op 7 november 2017. Daarin is het antwoord gegeven dat het terugkoppeling zou geven in het tweede kwartaal 2018. Die hebben wij gemist en dat is nu verstreken. Er is ogenschijnlijk nog niets met de motie gedaan. In tegenstelling zelfs. In plaats van het gemakkelijker te maken voor de inwoners is de administratieve druk alleen maar toegenomen. En daarvoor heb ik een paar voorbeeldjes. De aanvraagtermijn is van 8 naar minimaal 12 weken gegaan. In het geval van een hoog risico evenement zelfs naar 16 weken. Het aantal voorschriften om aan te voldoen die men krijgt in de brief die organisatoren krijgen bij toestemming is gestegen van 70 naar 80 in 2 jaar tijd. En een van die nieuwe voorschriften als voorbeeld, als er bijvoorbeeld een speeltoestel gebruikt wordt tijdens een evenement, die mag alleen nog gebruikt worden onder professioneel toezicht. Bijvoorbeeld een beveiliger. Arison van ongeveer 30 euro per uur. En dit zijn bedragen die de vrijwilligersorganisatie of clubs niet hebben CQ kunnen genereren. En bij telefonische navraag, toen de vergunning verleend was, ja, ze moesten het maar niet zo precies zien. Het mocht ook wel een vrijwilliger zijn. Maar wie is dan verantwoordelijk? Nog een voorbeeldje over de faciliterende gemeente. Er wordt gepropageerd dat we de gemeentelijke accommodaties, zoals bijvoorbeeld sporthallen, beter en intensiever en voor alternatieve doelen moeten gebruiken. Als het dan georganiseerd wordt en er wordt aan de gemeente gevraagd bijvoorbeeld om een beschermvloer, die schijnbaar ongebruikt in een schuur ligt, dit niet kan omdat die anders vuil wordt. En dan bij de buurgemeente een vloer geregeld is, vonden wij een beetje vreemd. En dit zijn nog maar een paar voorbeeldjes die er niet toe bijdragen dat er toch al schaarse vrijwilligers in de rij gaan staan bij de vele organisaties en verenigingen om ook maar iets te gaan organiseren of mede te gaan organiseren. En dit zijn allemaal voorbeelden die weinig tot niets kosten, alleen een iets andere houding van de gemeente in het kader van Coevorden verbindt. Dus is de vraag aan de portefeuillehouder, wat gaan we eraan doen, oftewel wanneer wordt de motie uitgevoerd? Dank u wel. De heer Bouwmeester. Voorzitter, ik zou bijna zeggen, als u hem zo verwoordt, meneer Mulder, dan is het antwoord, deze motie voeren we niet uit.
Want zo kan de uitvoering niet bedoeld zijn. En ik zeg het expres een beetje scherp, omdat ik ook wel vind dat u in uw voorbeelden wel een beeld schetst wat niet helemaal recht doet aan de situatie. Waarin denk ik vanuit de organisatie heel erg wordt meegedacht om een evenement goed te laten verlopen. We helaas de ervaring hebben, zie ook de landelijke ervaring, dat er met name het soort speeltoestellen waar u op doelt, de opblaaskussens, een aantal slachtoffers zijn gevallen het afgelopen jaar. En terecht vragen werden gesteld over het toezicht. En er kan geen twijfel over bestaan dat het de verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren van een evenement. Dus die hebben er zelf ook belang bij dat de gemeente meedenkt over wat er nodig is om een evenement veilig te laten lopen. Zeker als het evenementen met een hoog risicogehalte zijn, is het ook belangrijk dat de belanghebbenden, en dan bedoel ik niet altijd alleen maar de organisatoren, want dat is wel een beetje het verhaal wat u en de ervaring die u met ons deelt, dat is prima. Maar het is ook een andere categorie. En zeker bij hoogrisico-evenementen is dat de categorie mensen die potentieel gevaar lopen. Het is te vaak voorgekomen dat wij geconfronteerd worden met aanvragen die zelfs buiten de termijn worden ingediend. Zelfs bij wat ingewikkelder evenementen. En dan komt het belang, en dat kunnen dus grote belangen zijn van de omwonenden, ernstig in het geding om daar überhaupt nog wat van te vinden. Laat staan om een goede beoordeling op te kunnen maken over wat er dan nodig is om toch een goede balans te vinden tussen het belang van die omwonenden en degene die graag dat evenement willen organiseren. Want daarin heeft u gelijk, daar mogen we natuurlijk best in de meedenkstand staan. Maar mijn stelling is wel, dat doen we toch best aardig. Ik zou de oproep in de motie dus voor mezelf in ieder geval als zodanig willen vertalen, dat een herziening van het evenementenbeleid prima. En dan gaat het om een zorgvuldige weging van dit soort aspecten. En dat vervolgens vertalen in de regelgeving waar u over gaat. De vaststelling van de APV-afspraken die dat bepalen onder andere. De insteek vanuit de organisatie is om voordat de evenementen van dit jaar losbarsten, dat een herziene evenementenbeleid aan u te presenteren. Dus dan leef ik in de verwachting dat we toch eigenlijk in staat zouden moeten zijn binnenkort om een afgewogen beeld met elkaar te vormen van wat is er dan nodig om inderdaad die waarborgen te creëren. Dat evenementen veilig en zonder al te veel overlast voor omwonenden en in ieder geval ook een mogelijkheid voor omwonenden om een beroep te doen op waar zij menen dat ze recht op hebben. En dat wij dat ook nog een beetje ordentelijk kunnen beoordelen en wegen, want dat wordt u ook op aangesproken als volksvertegenwoordiger. En dat we toch tegelijkertijd dat gevoel hebben, oké, daarmee weten ook degenen die evenementen willen organiseren nog iets beter waar ze aan toe zijn en waar ze zich, en soms kan het al jaren van tevoren bij wijze van spreken, op kunnen organiseren. Dat hoeft heus niet allemaal op stel en sprong te zijn. Helaas laat de ervaring wel zien dat het ook een kwestie is van een beetje ingroeien op elkaar. Op het moment dat wij beginnen te piepen, van joh, maar het kan toch echt niet zo zijn dat je nu iets aanvraagt wat over een week moet gebeuren. Nou, dan wil je nog wel eens over, met je hand over het hart strijken, ala het voorbeeld wat u noemt. Van ja, als je dan navraag doet, dan wordt er gezegd, ja, het kan toch wel met een vrijwilliger. Ja, dat is wel het soort meedenken wat ik denk dat goed is. Maar dan moet die vrijwilliger natuurlijk inderdaad wel geëquipeerd zijn op zijn of haar taak. En nogmaals, wel onder de verantwoordelijkheid van de organiserende organisatie kunnen opereren. Dat gaan wij niet doen als gemeentelijke organisatie. Ja, dan kunnen we het wat mij betreft zelfs in die discussie ook nog wel even hebben over welke ondersteuning wij aan evenementen kunnen geven. We hebben natuurlijk een evenementenbeleid, vorig jaar meen ik, geformuleerd om een stukje extra ondersteuning te bieden van startende evenementen die echt een bijdrage kunnen leveren aan het palet wat Koevoorde te bieden heeft. De beschermvloer noemt u daar als voorbeeld. Die beschermvloer wordt best op veel plekken ingezet, maar hij is niet overal geschikt voor. En ja, dan komen we op de vraag, wilt u er geld voor over hebben dat de gemeente een beschermvloer ook beschikbaar stelt voor een bierfeest in Schoonoord? Ja, omdat dit een stoffen vloer betreft, is daar het oordeel op dat moment geweest. Ja, maar dat, daar doen we niet verstandig aan, want dan is dat wellicht, daarmee is die vloer wellicht niet meer beschikbaar voor andere activiteiten. Denk aan oploopjes in de sporthallen, bijvoorbeeld wijkinformatiebijeenkomsten. Ik kan me een paar herinneren. Waar de vloer inderdaad op een goede manier wel kon worden ingezet. Dus mijn stelling zou zijn, voorzitter, in de richting van de vraag. Dit evenementenbeleid wordt op een grondige wijze, de herziening daarvan wordt voorbereid. Juist omdat het over zoveel verschillende belangen gaat. De heer Mulder, ik wil dingen wat antwoord hebben. Wanneer? Wanneer denkt u, meneer Bouwmeester, dat het rond is, dat het plan klaar is? Voorstel.
Ik zei al, de insteek is omdat voordat de evenementen van dit jaar, het evenementenseizoen, zeg maar losbarst, dat we hier die discussie gevoerd hebben. Meneer Mulder, nog aanvullende vragen? Nee, we zien hem met belangstelling tegemoet. Dank u wel. Oké, in dat geval gaan we verder met het volgende punt. Raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken. Ik zelf... gaat mijn apparatuur. Ik stel voor dat we de nummertjes van de brieven even belangslopen en dat u zich meldt als u een korte vraag of een politiek statement wil afgeven bij een van de brieven. 6A1. Niemand. 6A2. 6A3. Mevrouw Sieben. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk een korte vraag. Hè. Er is een standplaatsbeleid opgesteld. En daar staat ook een uitsterfconstructie in, heb ik begrepen. Ik sprak alleen een paar ondernemers en die hadden eigenlijk zoiets van, hè, waar komt nu ineens dat standplaatsenbeleid vandaan? En ik las ook in het stuk dat alleen de standplaatshouders zelf zijn gevraagd en dat er geen contact is geweest met de ondernemers of centrummanagement over het vaststellen van dit beleid. Dus ik ben even benieuwd wat daarin is gedaan en of de ondernemers hier ook in zijn betrokken. Messias? Ja, dat, ik moet zeggen, dat is niet helemaal vloeiend verlopen. Daar wil ik ook heel eerlijk in zijn. Het is wel besproken met het centrummanagement. En het is ook zo dat het centrummanagement hier op zich geen bezwaar tegen heeft. Dus daar hebben ze ons ook gemeld. En of het dan met de hele achterban besproken is, niet. Maar we weten wel dat... het op sommige momenten wel een doorn in het oog is van de ondernemers. Hoe de standplaatsen hier op de markt soms worden ingericht en worden verdeeld. Tevreden met het antwoord, ja. Aan die kant nog vragen, mevrouw Katerberg. Ja, vergelijkbaar, maar wordt er dan vanaf nu nog wel actief voorgelicht die kant op? Nou, het is nu gedeeld, dus het beleid wordt nu dan ook bekend verondersteld. Dus ja, dan weet iedereen waar men aan toe is. En het is ook, wordt ook duidelijk aangegeven dat wij graag vanuit de APV toch wel meer kaders willen hebben om te toetsen. En dat is een vorm natuurlijk breed gedeeld. En daar worden de standplaatshouders, die worden daar ook op ingelicht. Maar even voor mijn beeld, hoe worden die ondernemers dan, hoe kunnen die hiervan op de hoogte komen? Nou, die hebben een centrummanagement waar dit beleid nu wel bekend is. Dus dat is de vertegenwoordigende organisatie van ondernemers hier in de binnenstad. Voldoende beantwoord. Kijk om me heen, niemand. Dan gaan we verder. 6A4. De Geersma. Ja, voorzitter, er wordt gesproken in de brief over de inzet van tijd, menskracht en middelen. Maar die middelen blijven verder onvermeld. En wij zijn wel benieuwd van hoe stelt de portefeuillehouder zich dat voor op termijn? Ja, voorzitter, op termijn, daar valt nog niet zo gek veel over te zeggen. Wat we natuurlijk wel met z'n allen hebben afgesproken is dat wij als gemeente en provincie en een groot aantal andere partijen hier gezamenlijk in op gaan trekken om de regionale energiestrategie vorm te geven. En de inzet die wij daar op dit moment in plegen, die valt nog binnen de reguliere budgetten. En dat is het geld wat sowieso in de begroting zat en het geld dat uw raad bij de begroting beschikbaar heeft gesteld voor het brede duurzaamheidsterrein. Akkoord, meneer Geertsma. Verder nog vragen, meneer Soppen. Dankjewel, voorzitter. Hoe moeten wij de rest zien binnen onze gemeente? De intentieverklaring suggereert dat de krachten samen worden gebundeld. Maar we hebben nu een werkgroep duurzaamheid. Mogen wij onze eigen visie hierin volgen? Onze eigen koers varen? Nee, het is de bedoeling dat
alle gemeenten in de eerste plaats naar hun eigen opgave gaan kijken en hun eigen beeld gaan schetsen. Maar dat doen we wel gezamenlijk. Omdat we weten dat de gemeentes nou eenmaal of de wereld niet ophoudt bij onze gemeentegrens. En het gewoon nuttig is om daar afstemming in te gaan zoeken. En ook omdat wij niet alleen vinden dat we staan voor onze eigen opgave, maar ook gewoon voor de gezamenlijke Drentse opgave. Dus u bent nog steeds aan zet als het gaat om wat er in uw eigen gemeente gebeurt. Wij hoeven niks, of wij krijgen wat dat betreft in deze regionale energiestrategie niks opgedragen of wat dan ook. Die bevoegdheid tot vaststellen blijft gewoon bij uw eigen gemeenteraad en bij ons college. Voldoende antwoord. Dank u wel. Verder niemand? 6A5. 6A6. 6A6. Heer Stoker. Nee, ik was iets te vroeg. 6A7. Gaat uw gang. Voorzitter, dank u wel. De raad wordt gevraagd een afweging te maken. Dus het lijkt me goed dat het stuk in ieder geval ook daadwerkelijk wordt geagendeerd ter bespreking. Dus daarvoor een verzoek. U wilt deze in de volgende vergadering bespreken? Dat is de bedoeling? Ja, weet je, de volgende. Ja. Maar als er advies wordt gevraagd, dan is het handig dat we daar met elkaar ook over het gesprek aan gaan en daar een uitspraak over doen. Mevrouw Siepen. Dank u wel. Ik ga mee met de heer Stoker. Er wordt een advies gevraagd, dus ik denk ook dat we daar dan naar moeten kijken. Oké. Okay. Uw aanvragen worden meegenomen. 6A8. Mevrouw Visseling. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we zijn heel blij dat er inmiddels al zoveel vooruitgang is geboekt. En wij vragen ons af in hoeverre wethouder Brink ook die resultaten gaat monitoren en of er echt concrete doelen gesteld zijn aan dit programma om te halen en in hoeverre deze doelen gemonitord worden. Ja, dat willen we graag vragen aan u. De heer Brink. Ja, dank u wel, voorzitter. In zekere zin worden ze eigenlijk permanent gemonitord door de GGD-cijfers. Die ziet u ook. Dat zijn wel cijfers op een tamelijk hoog abstractieniveau. Daarnaast bleef het altijd wel overweging om met de zeer beperkte middelen die we tot nu toe vanuit het Rijk ontvangen, om ook de monitoring daaruit een financiële plek te geven. Maar voordat je het weet geef je meer uit aan monitoring dan aan activiteiten. Maar we hebben wel de activiteiten nu, zoals u ook ziet voor de toekomst, ingepland om die door de nieuw op te richten stichting, om die ook daar te laten monitoren en de effecten te laten zien. En de doelstellingen ook, zoals we ook samen met het Rijk nu gaan formuleren, om die ook smart in de activiteiten weg te zetten. Hey, want u weet dat we in Nederland een gezamenlijke opdracht zijn aangegaan, de gemeenten, de provincies en het Rijk, om op voor een bepaald aantal groepen, zeker daar waar er achterstanden zijn, om die ook weg te werken. En daar zullen we ook smart doelen voor formuleren. Dank u wel. Voldoende, mevrouw Visseling. Aanvullende vraag. Ja, heel graag. Wij hebben tijdens de begrotingsvergadering hebben wij een voorstel gegeven. Hè. Ik kan me inderdaad voorstellen, monitoring kost geld. En we hebben toen het voorstel gedaan om bijvoorbeeld hbo-studenten of wo-studenten hiervoor in te zetten. Hè. Dat is toch een soort win-win situatie misschien voor veel studenten om hier een soort afstudeerwerkstuk of project van te maken. Is daar ervaring mee? Hebt u daar naar aanleiding van ons voorstel over nagedacht? Dat was mijn aanvullende vraag. Zeker, want uw voorstel die is eigenlijk nooit weg geweest. Want die ligt wel samen met de gemeente en de partners die zich bezighouden met de preventie, ligt daar nog steeds. We hebben wel ervaring op andere terreinen met dit soort afstudeertrajecten. Daar hebben we ook goede ervaringen mee, ook op het gebied van gezondheid. Dus hij is nog steeds zeker actueel. En als het zover is, dan bent u de eerste die het hoort. Hartelijk dank, meneer Brink. Voldoende zo, dank u. Meer niet. 6A9.
De heer Hoedemaker. Dank u wel, voorzitter. Deze brief is geagendeerd op verzoek van D66, omdat die in de vorige commissievergadering naar voren kwam zonder dat daar de prestatieafspraken bij waren, of althans pas in een heel laat stadium. Dus om die reden voel ik me genoodzaakt om hier wel wat over te zeggen. Ik heb hem bestudeerd en de wethouder geeft in het voorwoord op de prestatieafspraken aan dat de thema's van de woonvisie inderdaad terugkomen in de prestatieafspraken. En we hebben kunnen constateren dat dat inderdaad zo is. Complimenten daarvoor, met name op de gebieden duurzaamheid en kwaliteit en betaalbaarheid. Want daar zijn echt mooie, concrete afspraken gemaakt. En ook direct van voldoende ambitie en meetbaar. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Complimenten daarvoor. Nou, complimenten zijn altijd mooi. Dus, dank u wel. Sorry, heer Slomp. Dank u wel, voorzitter, op hetzelfde stuk. Die prestatieafspraken en de manier waarop het ingericht is, dat vloeit voort uit de nieuwe woningwet 2015. Daarin is voor de Raad ook een op zich belangrijke rol weggelegd in dat stukje wetgeving. Dat is in Koevorden redelijk in het proces teloren gegaan in onze beleving. Maar goed, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Maar het brengt ons wel tot de vraag van, u schrijft dat u jaarlijks de afspraken gaat evalueren en dat dat een belangrijk onderdeel is. Dat brengt ons tot de vraag van op welke wijze wordt de Raad daar dan nog bij betrokken. De heer Siers. Nou, in ieder geval wordt er in het voorjaar vindt er een evaluatie plaats van het jaar ervoor. Van die uitkomst wordt u uiteraard op de hoogte gebracht. En de corporaties die hechten er ook waarde aan om, net als dat al volgens mij vorig jaar gebeurd is, om toch een keer een presentatie te geven over hun beleid. Dat ook één keer in zoveel tijd aan wijziging onderhevig is natuurlijk. Zij anticiperen ook. En ik stel me ook zo voor dat dat wel het moment is om tussen het moment van de evaluatie en de volgende afspraken in, dat u daarin de gelegenheid krijgt om mee te denken in deze afspraken. Het blijven wel afspraken tussen partijen. Het is niet zo dat we gewend zijn om daar in die zin heel dwingend in te zijn, omdat de samenwerking gewoon ronduit goed is. Dat kun je ook zien aan afspraken die gemaakt zijn volgens mij. En daar hebben wij in het verleden in ieder geval ook nooit echt klachten over gehad. Ik denk dat u terecht opmerkt dat u graag meegenomen wil worden. Ik stel ook voor dat in een informatiebijeenkomst jaarlijks van de corporaties aan de orde zou kunnen komen als het totale woonbeleid eens even voor de bril komt. En misschien hoeft dat niet jaarlijks, maar kan ook tweejaarlijks, wat u wil. Aanvullend. Ja, nog één aanvullende opmerking. Het zou ook aardig zijn om bijvoorbeeld de huurdersverenigingen eens in contact met de Raad te brengen. Wij doen dat nu als fractie zelf wel, maar het was ook aardig om dat contact van die kant eens tot stand te brengen. Nou, ik wil uiteraard best dat initiatief daarin nemen. Er is ook regelmatig zijn de bijeenkomsten, bijvoorbeeld van het Drents Platform Wonen, waar u ook aan kunt deelnemen. Ik zal u daar ook wel eens wat informatie over toezenden. Dat is ook een keuze. Maar ik kan me best voorstellen dat u zo even in contact wil komen met de gebruikers van de woning. En ik denk ook dat zij daar zeker toe bereid zijn. Dus dat contact wil ik wel leggen, maar ik laat daarna ook het vooral aan de Raad zelf om daarin wat initiatief te ontplooien. U kijkt ja, voldoende. Dank u wel. Dan gaan we verder met het volgende punt. Dat is 6A10. Niemand? 6A11. 6A12. Niemand? 6A13, mevrouw Driehuis.
Dankjewel, voorzitter. Ja, dat betreft dus de positionering van die spoorlijn Veendam-Stadskanaal Emmen-Rijnen, wat betreft spoorgoederenvervoer en personenvervoer. Nou heb ik daar gezocht naar Coevorden. Die heb ik eigenlijk niet kunnen vinden. Dus ik zou heel graag een korte toelichting van de portefeuillehouder op deze stukken hebben. En wat betekent dit voor Coevorden? Meneer Huizing. Ja, voorzitter, ik weet niet of ik de aangewezen persoon ben om een toelichting op de stukken te geven. Omdat ze uiteraard niet van mijn hand zijn, deze stukken. Maar de rapporten die de heer Menger bij zijn brief doet, die kennen wij uiteraard ook. En wat ons betreft blijft onze focus vooral eerst maar eens liggen op dat stuk wat u inderdaad wel kent. En dat is dat stuk Emmen, Coevorden, Noordhoorn, Rijnen. En dat volgens mij moeten wij onze aandacht daar primair op gaan richten. En als daar een verlenging van die spoorlijn ooit nog in het vat zit, dat kan het sowieso deze route ook aantrekkelijker maken. Maar ik denk dat het niet is waar wij primair op moeten gaan inzetten. Dus onze focus blijft gewoon op de rechtstreekse verbinding met Duitsland. Dank u wel. Voldoende beantwoord, mevrouw Driehuis. De heer Mulder. Nou, de wethouder heeft een vraag eigenlijk die wij wou stellen ook al beantwoord. Want dat was eigenlijk ook hoe staat u in tegenover deze verbinding. Maar dat past natuurlijk wel in het verhaal over het onderzoek naar de spoorlijn Coevorden-Hogeveen. Misschien dat in het verlengde daarvan. Dus de vraag is eigenlijk, gaat u daar nog mee verder? Huizing. Ja, anders dan Coevorden-Hogeveen heeft er voor dit traject wel al enige discussie plaatsgevonden, ook binnen de provincie. En daar was de reactie tot nu toe vrij duidelijk. Van nee, dat willen we niet. Dus ik denk dat wij vooral moeten gaan kijken ook naar Coevorden-Hogeveen, omdat dat een goed alternatief zou kunnen zijn voor een verbinding van Groningen met het Duitse achterland en dan via Coevorden. En kijk, wat ons betreft maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit of die spoorlijn dan linksom of rechtsom gaat. Maar wij denken dat de kans groter is bij Coevorden-Hogeveen. En die verkenningen gaan wij zeker deze periode doen. Dank u wel. Voldoende beantwoord. Een kleine aanvulling misschien. Komt er nog een onderzoek bijvoorbeeld over het goederenvervoer wat er plaats moet gaan vinden? Bijvoorbeeld vanaf de Eemshaven richting het Duitse achterland? Van onze hand in ieder geval niet. Dank u wel. Oké. Dan gaan we verder met het volgende punt. 6A14. 6A15. 6A16. 6A17. Meneer Mulder, Partij van de Arbeid. Ja, dank u voorzitter. Kijk even naar de tweede pagina van de brief. Daar staan aandachtspunten voor de begroting 2020. En daarin schrijft de provincie, geeft aan dat zij van oordeel is dat wij onze ratio's niet reëel inschatten. Ik was even benieuwd hoe onze portefeuillehouder daar tegenaan kijkt en of dat een wijziging betekent voor 2020 zoals de provincie voorstelt. Nou ja, dat is altijd voor discussie vatbaar volgens mij. Want ratio's zijn ook als kengetal toch vrij generiek bij de provincie. Volgens mij gaat het ook over de risico's die wij lopen. Met name aan de actief kant van de balans, over het algemeen. En wij maken ons daar niet zo heel veel zorgen over. Dus volgens mij groeien we nog steeds de goede kant op met de ratio's. Hangt natuurlijk wel samen welke ambities we met elkaar hebben. Qua weerstandsvermogen hebben wij al aangegeven dat wij niet streven naar een groene kleur, zoals dat heet. En dat betekent iets van 50% solvabiliteit. Nou, dat is niet ons streven. Volgens mij moeten we gewoon zorgen dat we onze ambities waarmaken en dat we goed zijn voor deze gemeente. En dat onze inwoners daar profijt van hebben. En die weging die maken wij. Die maken we elk jaar weer. En daar zullen we ook over in gesprek blijven met de provincie. En als daar iets anders qua rekentechniek uit moet komen, dan zullen wij dat moeten aanpassen. Maar dat zal ons beleid daarin niet veranderen. Voldoende, meneer Mulder. Oké, volgende punt gaan we dan. 6A18. Meneer Juffer.
D66. Dank u wel, voorzitter. In de tabel zien we een bedrag staan van 0,3 miljoen. Incidentele bijdrage voor ontwikkelingen en experimenten. Nou zijn wij altijd vrij kritisch op experimentele, incidentele bijdragen. Kan dit, als het experiment slaagt, een structurele post worden? En is er zicht op wat dan de kosten gaan zijn? En ja, wat eigenlijk het experiment precies inhoudt, is daar al meer over bekend. Meneer Bouwmeester. Veiligheidsregio. Ja, dat klopt wel dan. Mijn opmerking hier zou zijn dat, want dit is de kaderbrief die nu binnenkomt. En u krijgt nog een voorzet voor een reactie op die kaderbrief. En dit lijkt me een element wat zich goed leent om daarin dan mee te nemen. Dus het onderwerp komt wat mij betreft inhoudelijk terug. Daarom zie ik er vanaf om specifiek op dit aspect in te gaan. Het lijkt mij verstandiger om inderdaad bij de reactie over de kaderbrief, zoals wij die ons voorstellen, dat we dan kijken of die naar uw gevoel ook compleet is. Akkoord daarmee. Antwoord verder niet. Dan gaan we verder met 6A19. Ja, mevrouw Driehuis. Ja, dank u wel. Het betreft dus de begroting GGD. Althans de kaderbrief, excuus, niet de begroting. Ja, opnieuw weer heel veel additionele taken, maar dat is volgens mij helemaal gebruikelijk inmiddels bij de GGD. En we hopen wel dat de portefeuillehouders daar wat kritisch op zullen blijven. Wij zullen dat zeker zijn. Ik wil hier wel even meedelen dat ik vorige week samen met een aantal mensen vanuit de werkgroepen verbonden partijen naar aanleiding van de bijeenkomsten gesprek heb gehad met de GGD, omdat wij daar toch een beetje een vervelend gevoel over hadden. Daar is dit ook aan de orde geweest. Daar hebben we op zich goede afspraken kunnen maken. Dat zal nog verder teruggekoppeld worden ook. En daar is ook afgesproken dat straks bij de begroting en bij de jaarrekening de werkgroep samen met de GGD het verhaal zal doorlopen om te kijken van wat daar dan allemaal in staat en wat we eventueel nog met ze kunnen benadrukken of verduidelijking op kunnen krijgen. Dus dat eventjes vanuit de werkgroep. Dank u wel voor het verslagje. Verder nog iemand? GGD? Nee. Dan gaan we verder met 6A20. De heer Mulder, BBC 2014. Ja, voorzitter, dank u wel. Dat gaat over een speerpunt. De ROD heeft al vanaf 2017 als speerpunt om te zorgen dat er effectief en efficiënt gewerkt wordt, dat er de informatie vanuit de gemeentes digitaal aangeleverd worden aan de ROD. Dus, en het wordt als een belemmering ervaren indien dit niet gebeurt. En men betwijfelt of dit speerpunt in 2019 wel afgerond kan worden. Kunt u ons vertellen wat de stand van zaken is betreffende de aanlevering door onze gemeente aan de ROD? Of waar zitten eventueel de moeilijkheden? Ja, is het de heer Huizing? Ja. Nou, voorzitter, het is niet zozeer een aanlevering. Het heeft alles te maken met een juiste koppeling. En daar hoe de stand bij onze gemeente precies is, weet ik niet. Daar kan ik later bij u wel op terugkomen. Wat we over het algemeen zien is dat iedereen die met ICT werkt, die weet dat het vaak goed gaat totdat je koppelingen moet maken met andere systemen. En dan wordt het gewoon tricky. En dat blijkt hier ook gewoon niet zo eenvoudig als misschien wel gehoopt was. En er wordt nog steeds aan gewerkt. Dus ze hebben alleen de winstwaarschuwing inderdaad afgegeven. Nou, we weten niet of we hem in 2019 helemaal gaan redden. Maar die zeggen dat we niks gaan doen. Dat betekent alleen maar dat we gewoon ons best gaan doen om hem wel te gaan goed werken te gaan krijgen. Zodat inderdaad die efficiëntieslag ook gemaakt kan worden. Meneer Mulder. Dus vanuit onze zijde, vanuit de gemeentezijde, kunnen we aan deze kant daar niets aan doen? Nee, het is van beide kanten. Het is zowel van gemeentekant als van de RUD-kant. En de beide systemen moeten inderdaad gewoon goed met elkaar kunnen communiceren. En dat wordt zowel aan onze kant als aan de RUD-kant wordt daaraan gewerkt. Voldoende. Dank u wel. Meerdere niet. Sorry, mevrouw Driehuis. Die kant ook nog, sorry.
Mevrouw Driehuis. Dank u wel, voorzitter. Kaderbrief RUD. Sowieso de verbazing dat het 24 pagina's moet zijn. Heel veel dubbelingen. Maar wat mij erg verbaast is dat het... er een aantal onzekerheden in staan, die worden ook expliciet genoemd. Maar die komen elk jaar terug. Want het zijn volgens mij zo goed als elk jaar dezelfde. En wat mij dan enorm verbaast is dat daar bij het bepalen van het weerstandsvermogen geen rekening mee gehouden is. Omdat mensen niet, of men er te weinig inzicht en onderbouwing is om ze door te berekenen. Ik hoor heel graag van de wethouder of men daar ook zo kritisch op is. Of men dat ook in de zienswijze gaat meenemen. Want volgens mij moet dit, omdat dit iedere keer weer terugkomt, gewoon door te berekenen zijn. Meneer Huizing. Ja, voorzitter, we hebben inmiddels een aantal keer over de RUD hier in de Raad gesproken en terecht ook. En het, volgens mij de grote rode lijn daarin was dat het inzicht ontbrak. En een van de verbeterpunten was juist ook het financiële inzicht wat onvoldoende was. Nou, u heeft inmiddels, ook in de laatste bijeenkomst voor de Raad, heeft de RUD ook aangegeven. Nou, wat dat betreft, qua inzicht zijn we een stuk verder. Daarmee zijn we er nog niet, maar daar is wel in ieder geval, volgens mij begint het bij inzicht in waar het probleem ligt. Dus ik ga er zeker vanuit dat dit probleem, ik wil niet meteen zeggen of dat volgend jaar niet meer erin staat, maar dit moeten gewoon jaarlijks terugkerende punten zijn gewoon structureel en moet je inderdaad gewoon mee kunnen nemen. Dat hoort denk ik bij gezond begroten. Voldoende nog een aanvullende vraag. Gaat u dat dan ook meenemen in uw zienswijze die hierop gegeven gaat worden? Ik moet even kijken hoe de exacte procedure nu is. Omdat dit de kaderbrief die zo door het AB vastgesteld en hoe het precies nu zit met de procedures. Wij kunnen hem vanzelfsprekend meenemen, want hij sluit volgens mij perfect aan bij de punten die we al eerder hebben ingebracht. Wel, heer Slomp. Ja, dank u wel, voorzitter. Gaat ons om hetzelfde punt eigenlijk, misschien met een iets andere, vanuit een iets ander vertrekpunt. Maar ook op die onzekerheden, het digitaal aanleveren werd daar al genoemd. Nou, op pagina 22 staat een heel lijstje van welgeteld 10 onzekerheden. Waarvan in feite gezegd wordt, ja, we weten eigenlijk niet of we dat in 2020 wel op orde kunnen krijgen. Ja, dat is toch wel heel weinig ambitieus. Wij snappen wel dat het in 2020 misschien niet lukt om alles piekfijn op orde te krijgen bij de RUD. De problemen zijn groot en ingewikkeld, maar ik vind wel dat wij er kritisch op moeten blijven en dat de organisatie ook gewoon wat ambitieuzer doelen zal moeten stellen. Een aantal dingen, ja, lijkt toch vrij simpel en voor de hand liggend. Dus wat ons betreft mag er rustig een pittige zienswijze richting RUD, waar gewoon een beetje meer ambitie, een beetje meer scherpte wordt gevraagd. Nog behoefte om te reageren, meneer Huizing. Ja, ik denk, ik snap de opmerking van de heer Slomp wel, want als je hem zo leest en zegt van ja, we zien een aantal onzekerheden en het zijn punten waarvan je bij sommigen misschien het idee kunt hebben dat kan simpel worden opgelost. Anderen denk ik dat we van tevoren al aanvoelen van ja, die wordt wat lastiger. Ik heb dit meer gezien als winstwaarschuwing van nou, let op, wat mij betreft realistisch, dit gaan we niet allemaal halen, hoewel we dat wel graag zouden zien. De keerzijde is natuurlijk als je gaat zeggen van ja, we gaan geen van deze punten halen in 2020. Dan toon je inderdaad wel erg weinig ambitie. Volgens mij zit die balans zit er wel in. Maar uw oproep om hem nog eens een keer goed te benadrukken dat ook met de aanpak van dit soort onzekerheden of de wegwerken ervan, dat daar vooral ambitie in moet worden getoond, zal ik zeker meenemen. Dank u wel. Voldoende, Slomp. Nog even, nog één keer mevrouw Driehuis. Eigenlijk nou vrij snel.
Heel snel. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me volledig aan hoor, bij de heer Slomp wat hij zegt. En u kunt het zien als een winstwaarschuwing. Maar dit zijn punten die wij al jarenlang terug zien komen. Dus het wordt tijd dat de RUD daar nu echt gewoon eens op gaat acteren. Want we kunnen wel zeggen van ja, kunnen we niet verwachten dat ze misschien volgend jaar klaar zijn daarmee. Maar we zien gewoon geen verbetering. En volgens mij moeten wij als deelnemers in deze gemeenschappelijke regeling nu gewoon eens met de vuist op tafel slaan en zeggen van jongens, en nou ga je er wat aan doen. Want dit duurt al veel te lang. De vuist op tafel, meneer Huizing. Ja, voorzitter, volgens mij is dat wat juist het AB en het DB de afgelopen periode zeker ook gedaan heeft. En daar is iedereen binnen de RUD ook van doordrongen dat het gewoon beter moet. En volgens mij de eerste stappen zijn gezet en we zijn er nog lang niet, maar het gaat de goede kant op en we zullen er blijven toezien dat het ook doorgaat. Dank u wel voor uw reactie. Dan gaan we verder met 6A21. Niemand. 6A22. Ook niet. 6A23. Ook niet. 6B1. Meneer Mulder, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zie in deze brief die per e-mail is gestuurd twee onderwerpen. Is het onderhoud van de bomen en dat deze mevrouw haar woning energie zuiniger wil maken. Deze woning staat op een hele mooie plek in Zwelo. En ik zou toch wel willen zien dat die bomen behouden willen blijven en dat in de beantwoording de nadruk ligt op het energiezuinig maken van de woning. En vooral het mooie plekje daar behouden. Dank u wel. De herhuizing knikt ja, hevig. Ik denk dat die... Nee, volgens mij, als u het niet had gezegd, meneer Mulder, had ik dat zelf wel gezegd. Volgens mij, juist het karakter van de plek zit hem in de bomen. Het onderhoud is inderdaad een punt. Nou, u rijdt net als ik veel in de gemeente en dan zult u hebben gezien dat we op veel plaatsen ook al bezig zijn met dat onderhoud. Dus dat zal zeker gaan gebeuren. Maar om nou te gaan zeggen van nou die bomen moeten weg zodat daar zonnepanelen komen. Nou, volgens mij zijn we dan niet goed bezig. Er zijn er andere manieren om een huis energiezuinig te maken. Dus daar zullen we wat voorzetten gaan doen in de beantwoording. Dank u wel. Naar ieders tevredenheid. 6B2. Niemand. Dan gaan we verder met het behandelen van de agendapunten. En dan kom ik eerst bij het inwonersvoorstel Talentencentrum Coevorde. En zoals eerder vermeld wil de heer Bert de Haan dat nader toelichten. U mag hier gaan staan. U mag ook, blijven zitten als u het liever wilt. Het duurt nu, dus ik blijf liever hem zitten. Nee, alle gekke ramstokje. Goedenavond en dankjewel, voorzitter. Zoals 4 december aangekondigd... zal ik mijn plan talentencentrum toelichten. En dat ga ik dan bij deze doen. Als het goed is hebben jullie hem allemaal digitaal ook. En ik ga het gewoon lezen, oplezen. En ik geef door mijn eigen invulling op. En dan mag de vragen wezen. Dan mag het van mij ook tussendoor met de voorzitter dat goed vindt. Nou, er zijn net de mensen die wachten even tot u uitgesproken bent. Helemaal goed. In het talentencentrum is het eigenlijk de bedoeling dat mensen die beschikken over een talent die vrijwillig deur gaan geven. En dat het centrum voor iedereen toegankelijk is. Daar had ik al in het kort had ik dat al toelicht. En in augustus is er een klein stukje van in ons huis een huis komen. En aan de hand van dat stukje hebben ze wat mensen meld. En het eerste zekere wat ik wil aangebieden, dat zijn orgel- en keyboardlessen. En dit zijn lessen die ik in kleine groepjes zelf kan geven, waaruit dan lessen kunnen ontstaan die individueel kunnen worden gegeven. Ook heb ik in het verleden mensen leren orgel of keyboard spelen die nogal moeite hadden met lezen. Het zijn zowel alfabetisch of als muzieknoten. Ik heb daar een systeem in bedacht die ik ook deze mensen... Dus middels dat systeem een lied kan laten spelen die ze, nou, wat ze tegelijkertijd ook motiveert. Deze lessen kan ik zelf geven en daar ga ik dan ook mee beginnen. Verder heeft zich een vrijwilliger bij mij gemeld die tekenen
en schilderlessen vrijwillig wil gaan geven. Dit zal gebeuren in kleine, vaste, overzichtelijke groepjes die leren portretten te tekenen, of schilderen, of landschappen, etc. Hij is bekend in het geven van deze lessen en is ook in staat dit over te brengen. Ik heb hem een paar keer bezig gezien op een locatie in groepsverband. Ook heb ik een vrijwilliger die graag streetdance-lessen zou willen geven, verdeeld in 3 leeftijdsgroepen. Van 4 tot 8, van 9 tot 12 en van 13 tot 16 jaar bijvoorbeeld. Deze mevrouw is woonachtig in Nieuw-Amsterdam, maar heeft op social media vernomen van mijn plannen en ziet dat zitten. En ik ben ook benaderd door iemand die ukulele of gitaarlessen zou willen geven. Allemaal aan de hand van het kleine stukje in de krant in augustus. Ik heb verschillende contacten die veel met allochtone mensen werken. En die heb ik benaderd met de vraag of ze allochtone muzikanten kennen die hun djembe of percussiekunsten of dansbewegingen kunnen en zouden willen overdragen aan de autochtonen. Hoe geweldig kan het zijn? En ja, ook daar is belangstelling voor en kan dus werkelijkheid worden. Waarbij we verschillende culturen maatschappelijk verbinden en aan elkaars cultuur laten proeven. Op deze manier voelt ook de allochtoon zich nuttig en tegelijkertijd leren de anderen elkaar kennen en krijgt ieder respect voor elkaar. Waarbij de taalontwikkeling dan ook nog eens automatisch wordt verbeterd. Dus er zijn meerdere vliegen in één klap. En ook Woonstad ziet er graag een knutselmiddag gebeuren, gekoppeld aan een muzikaal laten ervaren. Ik weet niet of iedereen bekend is met Woonstad, ik denk het wel. Hè? En het is goed om elk kind de gelegenheid te geven ook aan de instrumenten te laten snuffelen. En wie weet hoeveel talentjes er ontdekt worden door een simpele muzikale knutselmiddag. Ook leven er plannen binnen de Woonstad om voor de ouders op een locatie een maandelijkse bijeenkomst te gaan organiseren en ervaringen met elkaar te gaan delen. Wat natuurlijk prima in ons beeld past. Ik neem in mijn slokje, excuus. Ook huisartsenpraktijk Meander heeft mij benaderd. Deze zijn voor het volgende jaar op zoek, dit jaar inmiddels, naar een locatie in een woonwijk die ook laagdrempelig moet zijn. En hun voornemen is om op deze plek een gezondheidsconsulent te plaatsen die mensen tips en adviezen geeft. Voor kortom, bijvoorbeeld voor voeding, actief, beweging, bewust eten. Eigenlijk alles voor een gezonde lifestyle. En aan de hand van het artikel in hetzelfde Huis en Neus leek het mevrouw Van der Wouden en dokter Jan-Willem Eck juist goed in het talentencentrum te passen. En het idee om op verschillende dagen een ervaringsdeskundige neer te zetten voor advies, dat spreekt mij persoonlijk ook enorm aan. Zo zal er bijvoorbeeld op maandag een fysiotherapeut kunnen zitten, op de woensdag misschien een praktijkassistent. Als er iedereen moet er naartoe kunnen en kunnen komen om te vragen en dan advies krijgen. Inmiddels is ook een diëtist die er ook bij me, dat is mijn vriend niet. Dus hier maar. Inmiddels is ook Humanitas op de hoogte van mijn voorgenomen plan. En het stuk leerrotonde van Humanitas, dat past prima in het beeld van TCC. Momenteel geeft de leerrotonde fietsen en naailessen. En deze lessen worden ook gegeven door vrijwilligers. En de fietsleerlingen beschikken misschien ook vast wel over talenten die onze cultuur niet kent. En als ze ons daar dan een stukje vrijwillig van overgeven, dan slaan we weer die meer dan 2 vliegen in 1 klap. Namelijk leren fietsen, leren dansen of wat dan ook. En we participeren en integreren tegelijk. Waarbij eventuele taalontwikkeling dan ook nog weer eens wordt versneld. En men alle culturen leert kennen en waarderen. Echter is het feit dat Humanitas mij graag wil onder het dak Humanitas. En ze zullen met een voorstel komen op korte termijn. En echter houdt het feit dat het dan niet meer een initiatief van ons Koevorden is. Daar houdt mij tot nu toe dan tegen. En de locatie, ja, mevrouw Driehuis, de locatie die komt er straks aan. Maar wat voor mij belangrijk is als locatie is het feit dat het geen instantieindruk mag hebben. Wat ik daarmee wil uitbrengen is het feit dat men zich op zijn of haar gemak voelt en er geen drempel mag worden die men niet over durft te stappen.
rolstoelvriendelijk en toegankelijk is ook een pre natuurlijk. En als men veel moeite moet doen om binnen te komen, ja, dan gaat dat misschien ook met tegenzin. En deze locatie moet beschikken over afsluitbare ruimtes waar instrumenten kunnen blijven staan, zodat niet alles telkens moet worden opgeruimd. Qua verzekeringen zou dit ook moeten, tenzij men een locatie heeft voor alles die men centraal af kan sluiten. Uiteraard heb ik een locatie in gedachten die zich meer dan uitstekend leent voor dit plan. En daar komen we straks nog olympisch op terug. Zelf ben ik in staat om muzikale theorie te geven en praktisch gezien ben ik in staat om zelf orgel- en keyboardlessen te verzorgen. Ook zou ik contacten kunnen leggen met eventuele sponsoren of met de plaatselijke middenstand, om maar een voorbeeld te noemen. Kortom, acquisitie en zelfvertrouwen, dat is niet zo'n punt. En ik zal daar ook in slagen om mijn doel te bereiken. En het samenbrengen en organiseren van kleine evenementen is ook geen probleem. Ik help vaker in verenigingsvorm mee om mee te denken en uit te voeren van. En dan komen we bij de doelgroep. De doelgroep is eigenlijk iedereen die de behoefte aan heeft. Maar het grootste gros zullen de mensen uit de minima zijn. En de mensen die hier onder het bijstandniveau zitten. Elk ander is even welkom, indien men wel inwoner van onze prachtige gemeente Coevorden is. Mevrouw Vissering, laten we vooropstellen dat er niets tot weinig ruimte is om reguliere muzieklessen te volgen. Je kunt ervan uitgaan dat een half uurtje les toch zo tussen de 15 à 20 euro kost. En daar komen dan vaak nog lesmaterialen bij. In het verleden was het misschien mogelijk om een enkele muziekschool bij een enkele muziekschool de Doe-mee-pas in te zetten. Echter zie ik die graag intact blijven voor de bewegingssporten, als voetbal, tennis, hockey, etc. Beweging is immers in deze tabletperiode, met name de jeugd, die hele dag op dat ding zit te poetsen, is het toch wel belangrijk om ook zoveel mogelijk te bewegen. En ik ben er bloedserieus, hè, want dat meen ik echt wel. En wel ben ik ervan overtuigd dat muziek in de ontwikkeling van zoveel mogelijk kinderen zou moeten komen. Want een samenzang of spel in de muziek verbindt en vormt elk die ermee bezig is. En ook de gepensioneerde die zich thuis verveelt is welkom om wel de gitaarles te genieten waar die als kind ook al van droomde. Maar ook niet aan bord kwam omdat er gewoonweg geen geld voor was. En ook deze mensen kunnen op deze manier de gelegenheid krijgen om nu toch muzikaal te ontwikkelen. Men is immers nooit te oud om te leren. En als je dan wat verder gaat denken en je krijgt de gepensioneerden onder dak, dan laat misschien de postroeder op de fiets van PostNL wel liggen voor de moeder die als een hier haar nodig heeft. Dat is weer een achterliggende gedachte. Ik denk dat het belangrijk is om in elke vorm van aandacht te trekken. Je vooral moet laten weten dat het gratis is. Dat giet tenslotte om de rugbaarheid. En dus voor iedereen is weggelegd. Er zijn een tal van Facebookpagina's gericht op de minima om ieder relatief goedkoop te bereiken. En heel bewust heb ik voor een klein artikel in het Huis en Huis gekozen in de laatste week van onze afgelopen bouwvakvakantie. Van mijn plannen en met de achterliggende gedachte dat dan niet iedereen het zou lezen. Ondanks dat kwamen er reacties en werd ik gebeld door enthousiaste mensen die iets willen gaan betekenen. Er zijn mij inmiddels twee keyboards gebracht, die staan in de schuur. En die heb ik daar maar geparkeerd. Indien er rugbaarheid aan wordt gegeven, wil ik ook graag iets bieden. En het feit dat dit nog niet mogelijk is, moest ik daar mijn eigen lestechniek op toepassen. Dat de mensen het feit dat ik ze lees het even niet goed gelukkig. Dan betekent dat het indien er rugbaarheid aan wordt gegeven, wil ik ook graag zeker iets bieden. Ja. En het feit dat dit nog niet mogelijk is, moest ik daar serieus rekening mee houden. Echter verandert dit indien begonnen wordt. Mijn ervaring is door mijn eigen lestechniek toe te passen dat de mensen die ik muzikaal iets bijbreng trots op zichzelf is. En dan ook het geleerde liedje laat horen aan familie of vrienden, buren, bekenden, etc. Dit geeft nog de beste reclame, mond-op-mond reclame, en werpt de meeste vruchten af. Indien men start met mijn idee, zal men verbaasd zijn hoe snel er geen zich uitbreidt wat betreft de deelnemers. En ik spreek uit ervaring, want
hier leerde Pietje iets. En de buurjongen van Pietje, Jantje, die zei van, die ziet dat en die zei van, hoor mama, ik wil er ook. En dan rolt het balletje vanzelf. De financiën. Uiteindelijk ben ik afhankelijk van een toelage of een cofinanciering van de gemeente Coevorden. En daarnaast heb ik mijn plan neergelegd bij verschillende fondsen. En die hopelijk iets voor mij kunnen en willen betekenen. Ik heb onder andere de Rotary Club of de Rotary Club gevraagd om financiële steun voor mijn plan. En het Rudy Swols Fonds heb ik ook gevraagd om mij bij te staan. Echter zijn als mijn plannen concreet worden de mogelijkheden groter wat betreft die fondsen en daarmee ook de kans van slagen. Zo zou ik dan bijvoorbeeld het Oranje Fonds, het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en ook eventueel het Stimuleringsfonds van de Rabobank kunnen aanschrijven. Dan mis ik meneer Zuur. Oh nee, meneer Zuur, die zit daar. Want ik heb ook de lijst van de nevenfuncties, die heb ik ook bestudeerd. En echter ben ik dan afhankelijk natuurlijk, en dit is zomaar een greep uit een paar fondsen die me te binnen schieten. Echter ben ik dan afhankelijk van onze gemeente in de vorm van bijvoorbeeld een cofinanciering. En om alles functioneel van de grond te krijgen ben ik toch een budget nodig van zo'n 30.000 euro. En dat is een behoorlijk, maar realistisch bedrag. En de daarop volgende jaren zal dat minder zijn doordat de materialen dan natuurlijk al aanwezig zijn en niet meer hoeven worden aangeschaft. En nu we het over de Rotary Club hebben, ben ik onlangs gebeld door meneer Gert Lubbers van de Rotary Club. En die zei tegen mij van, indien jouw plannen concreet worden, meneer De Haan, dan schrijf ons maar aan en dan nemen wij jouw aanvraag mee in de volgende ronde. En u mag dat gerust kenbaar maken, dus bij deze. Materialen. Er zullen verschillende instrumenten en materialen nodig zijn in de vorm van orgels, drumstellen, percussie, trommels, olievatendrums, gitaren, blokfluiten. Lesmaterialen in de vorm van boeken, een internetverbinding, pc's, meubilair, kantoorartikelen, kassen, etc. Ik kan hier zo wel een uur over doorgaan. Maar dat heeft geen enkele nut. De administratie, daar is vast iemand voor in het klantencontactmanagersysteem. Die prima onder toezicht of bestuurlijk daarin kan voorzien. En deze mag van mij door de gemeente worden aangewezen. De mogelijkheden breiden zich naar één artikel. Bewust in die laatste week van het bouwvak al zo ver uit dat mijn verwachting ruim is overtroffen. Ik word geconfronteerd met vragen of er al iets is geworden. Ook vrijwilligers staan te trappelen. En hoop daarom dat er iets meer gedaan wordt. Ik sta daarbij in contact met mevrouw Bosgraaf van het MWC, omdat men daar eventueel wat dagruimte te hebben. Maar goed, misschien dan kom je wat aan het kletsen en zo. En toen had ik zoiets van, goh, misschien is het handig dat we het maatschappelijk aan het culturele deel verbinden. Zodat er een redelijk overzicht over alles. En dat onze gemeente Coevorden geld in één grote pot kan doen, waar alles uitgeet. En de Doemeepas wordt vaak genoemd in de wandelgangen en, van mijn plannen. Echter is mijn mening inderdaad dat we die intact moeten laten voor de zwemdiploma, sportvereniging, etc. En laten we in plaats van die pas aan te breken een Doemee cultuurpas in het leven roepen. Die ook de mogelijkheid biedt de lokale musea te mogen bezoeken. Of een workshop te laten beleven in een galerie, als bijvoorbeeld Kunst op 5. Die zijn er onlangs mee begonnen. En talenten te laten ontstaan in het talentencentrum Coevorden. Goed voor de ontwikkeling in persoon en de omzet voor wie een stukje kan declareren. En om nog even weer een klein stukje op dat materiaal terug te komen gisteren. Had ik een afspraak bij de Nieuwe Vesse en ik liep daar weer naar buiten naar de auto. En ineens roept er iemand, meneer, meneer. En ik liep gewoon door, want niemand noemt mij normaal meneer. Maar toen, ik denk, laat toch misschien. En toen komt er een mevrouw achter mij aan en zei van, goh, u bent toch van het talentencentrum? Ik zei, ja, dat klopt. Nou, ik ben van Fortissimo en dat is onlangs gestopt. Maar u mag alle trommels en leraars, alles mag u hebben. En ik wil ook wel vrijwillig lesgeven. Dus het leeft nog steeds, ondanks dat het al een poosje duurt.
En ik heb het ook wel eens in verschillende middelen verkeerd gezet. Dat mijn mening eigenlijk is dat we te veel kakelen en te weinig heien leggen. En ja, ik kakel op het moment zelf dat hè. Maar ja, ik ben de haan en die leg je neer, hè. En echter ben ik wel tot de conclusie gekomen, en dat wil ik nog zeker wel even aankaarten, dat de waarde van de Doemeerpas bijna volledig opgaat binnen slechts één vereniging. Mijn kinderen is gebruiken zelf ook de Doemeerpas. We zijn er heel blij mee. Maar het is nog één keer zo. Simpel gymnastiek en passie is op in een jaar. Dus een muzieklesje voor één van mijn dochters, ja, dat zit er niet in. En dat zal maar zo dan wel kunnen in het talentencentrum voor iedereen. Want laat wel wezen, de grens van die 110% van de minima tot betrekking die, met die Doemeerpas, als men door boom zit, ja, dan, die kinderen die kriegen niks. En die hebben het misschien nog wat minder als ik, die als op dat bijstandsniveau zit. Weliswaar gedwongen, maar dat is een ander verhaal. En ja, dan denk ik van, het is zo jammer, want als de grens trekken wordt in de jeugd, dan voelt die ene zich gauw buitengesloten als de ander. En als die niet ergens terecht gaan, dan krijg je al gauw inderdaad plekjes met hangjongeren die nergens eventueel naartoe kunnen. En laat het toeval nog wezen dat ik op Pop Mare woon, Jeroen, en dat achterpadverlichting een zeer gewenst iets is. Maar daar kom ik nog een andere keer op terug. Maar met andere woorden, de prijzen van verschillende verenigingen zijn gebaseerd, naar mijn mening, op de waarde van de pas, bijna althans. En laten we die onder de loep nemen met elkaar en afspraken maken met een vereniging dat ze tot een bepaald bedrag, ze kunnen immers eigenlijk het hele jaar contributie in één keer declareren, dan mag men er ook iets voor terug doen. En nou ja, kortom, het participeren en het verbinden van culturen en de samenleving de kans geven en het integreren op meerdere vlakken. De samenleving laten doen, het zou allemaal zomaar kunnen in het talentencentrum Koevorden. En ja, ik ben nogal wat van de spreekwoorden of gezegdes. En net als ik al zeg, we kijken te veel en lengte te weinig heer. En ik ben eigenlijk ook van mening dat de ene hand was de andere, zeggen ze altijd. En ik heb mijn eigen mis met nu. Kom maar. Dat is mijn oudste dochter. En de ene hand was de andere, maar goed, dan was het alleen maar ons eigen hand. En die deelt even iets aan jullie, dat kreeg van ons. Dankjewel, meneer De Haan, voor je toelichting in ieder geval op het talentencentrum. Het was een heel verhaal met wat extra bijlagen, met de Doemeerpas, et cetera, maar het gaat natuurlijk om het talentencentrum. Dank voor het cadeau. Naar het publiek toe, we hebben allemaal een stukje zeep gehad van de heer Haan. Het zal wel geen invloed zijn op de beslissing van de raad later, denk ik. Ik wil er nog helemaal kort op toelichten. Ja, punt 7 op de agenda. Hè. Ik zie dat tegen Jeroen. Daar hebben ze vast expres al. Want anders dan komen ze niet meer achter mij aan de beurden natuurlijk. Hè. Als ik dat begon was. Maar ik zeg ook altijd van het gaat er niet om wie je bent. Maar het gaat er om wie je kent. En de ene hand was de andere. En waar het niet dat ik zeepziederij Bremer in Schoonebeek ken. En ik zeg ik ben eigenlijk een stukje zeep nodig. En dat kon ze, zegt, die maak ik voor jou. Waar het niet dat ik ook nog de geur mocht bepalen, dus ik heb geestelijk verruimende geuren. En indien men goed kijkt, is de vlag gebaseerd op onze vlag van Koevorden. Dus bij deze, zeer iedereen breder, bedankt. En
Bedankt. Wilt u uw knopje even indrukken? Dan wil ik nu aan de commissieleden vragen of ze nu voorafgaand aan de behandeling van het stuk al nu reeds vragen hebben aan de heer De Haan naar aanleiding van zijn toelichting. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Vissering. Ja, ik heb toch wel nog even een vraag naar aanleiding van het verhaal wat meneer De Haan hier vertelt. U zegt al dat er iemand bij u is geweest met trommels inderdaad, hè, van een vereniging die niet meer bestaat. En wij vroegen ons als fractie af, bent u ook bij andere verenigingen geweest? Hè? Want we weten allemaal dat er een heleboel muziekverenigingen zijn die zitten springen om nieuwe aanwas van muzikanten. En ja, bent u ook bij deze andere verenigingen, hè? Dan hebben we het binnen de gemeente Coevorden, want gelukkig is het gebied heel groot binnen de gemeente Coevorden. En er zijn veel muziekverenigingen. Hebt u enige vorm van samenwerking met hun gezocht? Mevrouw Vissering, ik kan er eigenlijk wel kort over wezen, want ook mijn dochters zijn bij een muziekvereniging best. Maar dat kost ook als het pas in het jaar. En laat wel wezen, er zijn ook muziekverenigingen die ik benaderd heb, als ze eventueel wat instrumenten over hadden. Maar goed, aan 100 trommels heb ik natuurlijk niks. En het is natuurlijk wel zo, hè, als straks, stel dat die beste mevrouw van Fortissimo vrijwillig wat gaat doen. Ja, en een andere vereniging die wil wat samen doen, nou dat moet toch kunnen. Dat is geen enkel probleem. Muziek verbindt. Voldoende beantwoord, denk ik. Nog anderen? Ja, meneer Nijenbarring. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog even een vraag. U noemt muziek als uw uitgangspositie. Echter, daarnaast noemt u veel andere initiatieven. Dat behoeft natuurlijk wel een behoorlijk overzicht. Hoe denkt u dat overzicht hierover te kunnen behouden? Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst dat hele stukje wat betreft het meander is natuurlijk ook onder de hoede van meander of van Veld en Vecht. Kijk, en dat is niet, heb ik daar geen ervaring zelf in, misschien op de diëtisten, maar goed, daar gaan wij ons niet druk om maken. Dat valt onder het kopje van de huisartsenpraktijk en die moet dat ook maar zodanig invullen. Nee, okay, planning. Dank u wel. Meneer Stoker. Ja, u duidde net richting, u sprak net richting Irene Driehuis. U had het over de locatie, daar kom ik later nog eenmaal op terug. Dat zou ik er nog graag leven dat u daarop terug kan. Ja. Dank je wel. Dus ik denk, ze vragen me nooit, maar Jan Steenstraat 1. Dat is het voormalige kleuterschoolgebouw en kleringbank de cirkel. Daarvoor was het nog Pinocchio. Een uitstekende locatie. Er zijn vier aparte lokalen, verbonden middels een hal. Dus in elke klas zou men muziek kunnen maken zonder dat men daar onderling last van heeft. En het gebouw leent zich er ook uitstekend voor om twee lokalen heel simpel en eenvoudig op te splitsen, dan nog is er voldoende ruimte. Maar toegankelijk in een woonwijk, rolstoelvriendelijk en het stuurt leeg, wat willen we nog meer? Dank je wel. Voldoende, meneer Stoker. Nog anderen? Zo niet. Dan kunnen we overgaan tot behandeling van dit voorstel. Het voorgesteld besluit van dit voorstel inwonersinitiatief Talentencentrum Coevorden, dat behelst het inwonersinitiatief ter afhandeling in de handen te stellen van het college. Dit houdt natuurlijk in dat u wel het college adviezen of kaders mee kan geven. Dat kan zowel vandaag, maar dat zou ook de raadsvergadering kunnen als dit stuk ter bespreking gaat. Als dit stuk als hamerslag gaat, dan adviseer ik dus om die kaders en adviezen nu reeds naar voren te brengen. Wie mag ik het woord geven? Heer Slomp. Ja, dank u wel, voorzitter.
En vooral dank u wel, meneer De Haan, dat u dit plan aan ons gepresenteerd hebt. Mijn fractie, de PvdA-fractie, is er sowieso hartstikke blij mee dat er een bewonersinitiatief ligt. U bent de eerste. Het is mooi dat iemand de moeite neemt om, om hier een plan te presenteren vanuit de bevolking zelf. Dus hartstikke goed. En u hebt een mooi plan. De ideeën, participeren, verbinden van culturen, de samenleving een kans geven. U hebt het allemaal genoemd. Jeugd in contact brengen met muziek. Hartstikke mooi plan. Ja, ons wordt nu als raad voorgesteld dat we het in handen geven van het college, waar u dan vervolgens mee in gesprek gaat. Nou, dat lijkt ons een goed idee. Hè? Dat is ook conform de afspraken zoals we die hebben. En wij willen als, als fractie eigenlijk graag een aantal zaken meegeven waarvan wij denken dat die nou, belangrijk kunnen zijn. Ons advies is, ja, die zijn, we richten, het is voor ons ook nieuw, dus we doen het maar even zoals het ons goed hoe lijkt. We richten ons advies zowel aan het college, maar ook een beetje richting u. Ons advies is, ga met elkaar dat gesprek aan. Begin niet te groot, geef het kans om te groeien. Probeer zaken zo te organiseren dat er energie gaat zitten in de uitvoering en niet in allerlei ingewikkelde organisatie- of financieringsdingen. Even richting college. Ja, u hebt al bijvoorbeeld heel expliciete ideeën over een locatie, maar wat onze fractie betreft moet de een en ander toch wel binnen het beleid passen zoals we dat nu hebben. Bijvoorbeeld ook ten aanzien van de vastgoedstrategie die we hebben, maar ook andere zaken, afspraken die we hebben op het gebied van cultuurbeleid en de subsidieverordening. Wij vinden het een hartstikke mooi plan, dus benader het met een positieve grondhouding. Kijk hoe je het mogelijk kunt maken, kijk hoe je het kunt faciliteren, maar het liefst wel zoveel mogelijk binnen de afspraken die we hebben. Mocht het daar buiten gaan, dan verwacht ik dat het college daarvoor bij ons terugkomt. Tot zover. Dank u wel, meneer Slomp. De heer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is vanavond voor het eerst in deze raad, maar überhaupt denk ik dat ik een haan een ei heb zien leggen. En een joekel van een ei, want u zit boordevol ideeën. U bent enorm enthousiast, u wilt verbinden en samenwerken. En u wilt op een laagdrempelige manier inwoners met nog te ontdekken talenten met elkaar verbinden en samenbrengen. Dat spreekt ons enorm aan. Wat meneer Slompel zei van voor vanavond, het is ook voor ons nieuw, het inwonersinitiatief en graag zien wij bij de verdere uitwerking, dan richt ik me ook maar even naar het college, maar ook nu. Welke partijen zich ook echt willen verbinden aan het initiatief? Want u heeft een aantal partijen genoemd, maar ik denk dat het wel voor het slagen ervan heel erg belangrijk zou kunnen zijn. En dat er een verdere uitwerking komt met een, nou ja, inderdaad ook met een financieringsvoorstel. En u heeft al een aantal suggesties gedaan voor wie u daarbij zou kunnen helpen. Nou, het college kent vast ook wel een aantal mensen die daar mogelijkerwijs bij zouden kunnen helpen. Maar het lijkt ons in ieder geval belangrijk om zaken inderdaad op een goede, overzichtelijke manier ook te gaan organiseren. En de heer Slomp gaf het al aan. U denkt heel erg groot en dat is hartstikke mooi, want je moet wat te wensen hebben. En wij zouden het heel erg fijn vinden als u met het college, of in ieder geval de vertegenwoordiger van het college, het open gesprek met elkaar aangaat. Om inderdaad ook het beleid wat wij hier hebben vastgesteld met elkaar te verbinden. En ik vind nogmaals, ik zei het even, een fantastisch zijn, maar ik vind het een fantastisch initiatief wat u heeft aangeleverd aan deze raad. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stoker. Wie mag ik het woord? Meneer Bouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. Er is al veel van gezegd. En ja, het initiatief is, ja, dat is gewoon geweldig dat het dan zo uit de bevolking komt. Dat is voor elkaar. Maar goed, dit houdt natuurlijk in, als je daaraan wil beginnen, dan ben je er al lang niet. Want er moet heel veel dan gebeuren. En we hebben dus nog begrepen dat uit het stimuleringsfonds, dat is, die kas is nog niet helemaal leeg. Ik wil toch aan het college meegeven, kijk daar eens naar, als daar nog mogelijkheden zijn, om van daaruit dit initiatief ook mee te kunnen nemen.
dan is in ieder geval er waarschuwd voor waaraan begonnen kan worden. Wij zouden dan wel misschien willen zien, u bent enorm enthousiast, u komt met heel veel ideeën. En ik zou met het college willen overleggen als ik u was om een aantal daaruit te pakken en daarmee te beginnen. Want ik ben bang dat u anders daarin verdrinkt. Want als u dat allemaal zo opnoemt, dan heb u wel voor een paar jaar werk. En dat is op zich niet zo erg, maar het moet wel dan gerealiseerd worden. Ik denk dat u daar goed in gesprek moet gaan met het college. En dan zien wij de uitwerking daar wel van tegemoet. Veel wijsheid. Dan komen we met Bouwers. Verder nog, meneer Nijpan. Ja, wij sluiten ons aan als BBC bij de vorige sprekers. Wij juichen dit plan ook, dit initiatief ook goed toe. Echter, ook wij zeggen ook voor een klein beginnen en een goede basis leggen, zo mogelijk doorgroeien en dan doorpakken, zoals wij dat zeggen. En we wensen u heel veel succes hiermee. Dankjewel, Nijpan. Mevrouw Visserink. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan alleen maar zeggen, wij zijn ook heel enthousiast over het plan op zich. Ik zou bijna zeggen, I have a dream. En dat vind ik echt fantastisch hoe u dat ook formuleert, wat u wil bereiken. En het is bij u niet alleen maar gebleven in dromen, maar u heeft ook al over heel veel dingen nagedacht. En heel veel complimenten daarvoor. Wij zouden in het voorstel, wat het college gaat voorbereiden, toch wel een aantal dingen mee willen nemen. Wij vinden het wel belangrijk dat er een goede financiële onderbouwing voor komt. Niet alleen voor nu, maar ook voor op den duur. Dat als er aan begonnen wordt, dat het ook een kans van slagen heeft en dat er continuïteit in zit. Niet voor een tijdje, maar voor een lange periode. En verder vinden wij ook dat er wordt gesproken inderdaad over de groep die in bezit is van de Doe Meepas, en dat die misschien dan uitgebreid wordt naar een culturele Doe Meepas. Dat is voor ons, dat vinden wij heel jammer, om het alleen tot deze groep te beperken. Wij zijn ook voorstander om de mensen die boven die 110% te kijken, om daar ook naar te kijken. Dus wat ons betreft wel klein beginnen, maar niet de groep, zeg maar, die dit aangaat, te beperken. Dank u, mevrouw Visserink. De heer Hoedemaker, D66. Ik meen niet van de heer De Haan begrepen te hebben dat hij de groep wil beperken, maar dat hij juist voor iedereen wil zijn, waarbij hij zegt van de nadruk misschien wel op die bijstandsgerechtigden en die mensen met een klein inkomen, maar andere mensen zijn ook van harte welkom en dat juich ik juist van harte toe. En dat vind ik juist ontzettend sympathiek in uw voorstel. Het spreekt van het is ontzettend visionair waar u mee bezig bent en direct ook heel erg concreet. Dus daar wil ik u mee complimenteren. Ik hoop ook dat u op die manier samen met het college of de vertegenwoordiger van de gemeente in gesprek kan om uw idee vleugels te geven en ook concreet te doen landen. Ik denk van hou het zo concreet mogelijk en ik hoop ook dat onze gemeentelijke organisatie in staat is om er niet al te veel bureaucratie omheen te spinnen. En ik hoop dat u heel snel van start kan gaan met een talentencentrum. Dank u wel, meneer Hoedemaker. En als slot het CDA, Hekkensluiter. Ja. Nou, er rest mij niet veel meer dan mij aan te sluiten. Hè. De complimenten ook van onze kant. En ook de kaders voor het college. Ja, blijf daar binnen. En dat beleid wat bepaald is, daar moet ook zo'n burgerinitiatief binnen vorm kunnen krijgen. Dankjewel. Ik wil de heer Huizing vragen of hij nog een reactie wil geven. Ja, bedankt voorzitter. Ja, eigenlijk... Het enthousiasme, denk ik, waar de heer De Haan, waar Bert het allemaal mee brengt, dat is aanstekelijk. Dat merk ik ook al aan de reacties van raadsleden. Dat merk je aan reacties van eigenlijk van iedereen die van het initiatief hoort. En ik snap dat ook en ik moet zeggen, ik vind het zelf heel erg mooi dat is ook de grootste kracht, dat je met dit initiatief culturele ontwikkeling eigenlijk aan iedereen kunt bieden. Volgens mij is dat heel mooi en een terecht punt ook dat
vaak niet zo is. Dat veel mensen gewoon die kans niet hebben. En een mooi punt is denk ik dat mensen, zoals de bedoeling is, hun talenten die ze hebben vrijwillig kunnen doorgeven. En als ik dan kijk naar het plan op zich, en dat hoor ik ook terug in heel veel reacties van raadsleden. Ik denk dat als het plan zoals daar staat, we dat goed zouden willen uitwerken, dan denk ik dat er voorlopig nog een eigen leg gaat worden. En dat er nog heel, heel ontzettend veel gekakeld gaat worden. En ik snap helemaal dat dat niet de bedoeling is. En volgens mij ook een aantal raadsfracties geven dat aan van ja, zorg nou gewoon dat je kunt gaan beginnen. En dat betekent dus misschien een wat kleinschaliger begin. En probeer dat dan gewoon werkende weg uit te breiden. Want volgens mij is dat ook alle energie, al het enthousiasme van niet alleen van de heer De Haan, maar ook van anderen die zich gemeld hebben. Dat moet volgens mij ook gaan zitten in het initiatief zelf, in het geven van die lessen, in het overbrengen van die liefde voor cultuur. En die moet niet gaan zitten in allerlei organisatorische zaken. Allerlei onderhoudsdingetjes aan een pand. De vraag of de energierekening deze maand weer betaald kan gaan worden. Volgens mij moet je dat eventjes niet gaan doen. Dus ik zie dat ook vooral als opgave. De heer De Haan geeft terecht aan, het moet wel. Ik wil niet dat het een initiatief van een ander gaat worden. Nou, daar zullen we in ieder geval als college ook bij de verdere uitwerking op gaan letten. Het moet wel het initiatief blijven. Waar ook gewoon de heer De Haan, waar ook gewoon Bert zich nog in kan herkennen. En het kan geen initiatief zijn wat wij gaan overnemen. We zullen wel gaan kijken hoe wij, met name op een aantal organisatorische dingen, we daar hulp kunnen bieden. Nou, ik hoorde al over de contacten met maatschappelijk welzijn die er al zijn. Dus volgens mij moest ik kijken of daar een goede ingang ligt. Qua locaties. Ik hoorde al een aantal fracties zeiden blijf binnen de vastgoedstrategie. Dan weten we meteen dat het pand Jan Steenstraat geen optie zal zijn. Maar volgens mij als je klein begint dan hoeft dat ook niet. Dan hebben we een aantal locaties als gemeente. Maar misschien zijn er ook nog wel andere daar. Ik heb van de heer De Haan al begrepen. Ik zit niet vast aan de locatie. Ik heb wel een droomlocatie. Maar als er een andere geschikte locatie is, is het ook prima. Dus daar moeten we volgens mij gaan kijken. En ik denk een punt van aandacht, en die heb ik nog niet gehoord, maar die zullen we wel meenemen, is concurrentie met reguliere muziekdocenten. Ik heb inmiddels een aantal keer een aantal enthousiaste gesprekken gehad met Bert. En ik weet ook dat het ook niet zijn bedoeling is om die mensen die hun brood verdienen met muzieklessen, om die het brood uit de mond te gaan stoten. Dus daar moeten we volgens mij ook op letten. En dat denk ik, als ik hem samenvat, zegt iedereen, of bijna iedereen, van ga gewoon beginnen, begin klein, help het initiatief wel verder. Er zijn een aantal kaders, zijn daarvoor en blijf daar vooral binnen. En dan zorgen ook dat dit hele mooie enthousiaste initiatief, dat het ook gewoon kan gaan slagen. Wij gaan dat verder oppakken en een voorstel. Volgens mij wordt die ter afdoening in onze handen gegeven, maar uiteraard houden wij u als raad samen met de initiatiefnemer op de hoogte van de vorderingen. Dank u wel, meneer Huizing, ook voor de uitstekende samenvatting, kort samengevat. Ik begrijp dat u nog wel in het verre verloop van het traject in ieder geval contact zal hebben met de heer Huizing. Waarschijnlijk ook al met zijn ambtenaren, dus wij zijn benieuwd hoe het verder gaat. Voor dit moment, wilt u verder nog hier iets over zeggen of wilt u nog wat kwijt? Dan heeft u nu de gelegenheid om dat te doen. Dankjewel, meneer de voorzitter. Ja, allereerst wil ik natuurlijk iedereen bedanken voor de steun en hartstikke super. Maar het is, wat ik nog vergeten ben aan te halen is dat wij een Facebookpagina aanmaakten. Is voor mij van het talentencentrum Koevorden. En op de weggeefhoek heb ik een kleine peiling om te vragen van nou is er animo voor. En binnen 3 uur had ik 110 reacties van mensen die zeggen van nou, god, mijn dochter graag streetdansen en ik zal wel graag gitaarlessen. Wilde een capsuitprint en aan meneer Huizing gegeven. Dus er is zeker vraag, nou, absoluut. En we gaan er ook zeker wat mee doen. Oké, dat stemt heel optimistisch en
Ik wens u heel veel succes op de termijn van de voorbereiding van het talentencentrum. Dank je wel. Dan moet ik even de kring rondkijken. Het wordt in handen gegeven aan het college voor verdere uitwerking. Kan dit een hamerstuk zijn wat u betreft? Of ik denk het wel. Ik denk dat het uitvoerig besproken is. Ja? Dan besluiten wij dat het een hamerstuk wordt op de volgende raadsvergadering. Dank u wel. Dan gaan we naar punt 8. Dat is actieve verordening. En het voorgesteld besluit is vast te stellen de archiefverordening gemeente Coevorden 2018. Wie mag ik daarover het woord geven voor vragen? Niemand? Ter bespreking? Niemand? Dan doen we zoals het voorgesteld besluit staat. Als hamerstuk gaat het dan naar de raad. Dan gaan we naar punt 9. En zoals ik aangekondigd had, zal dit beginnen met een presentatie door de heer Beekman over gasloos de Zwanenburg. Je kunt plaatsnemen en als je gaat spreken het knopje indrukken. Ja. Maar er zit een knopje waar ik mee kan starten, neem ik aan straks. De presentatie. Ik ook niet. Maar daar is de bode voor. Presentatie vanaf het begin. Goed. Meneer de voorzitter, geachte commissieleden. Voor u ligt een plan gasloos van de Zwanenburg. En dat ziet er natuurlijk fantastisch uit. Maar het zal weinig voorkomen dat u voorstellen krijgt die er niet fantastisch uitzien. Maar dat wil nog niet zeggen dat al die projecten natuurlijk fantastisch verlopen. En vandaar dat wij dachten dat in de 5 minuten inspreektijd die een inspreker gegeven is, alhoewel ik gezien heb dat de voorzitter daar wat rekkelijk in is, zeg maar even een presentatie kan geven wie dit project in de benen heeft gezet en wat we tot nog toe gepresteerd hebben, zodat u een beetje meer beeld heeft van of u wel of niet dit plan kunt goedkeuren. We moeten even terug in de tijd. En dan komen we in 2012. Toen werd ik gevraagd om deel te nemen in het bestuur van de Zwanenburg. En men zei, nou, 4 keer per jaar een vergadering, dat moet kunnen, dacht ik. Ik was al enige tijd met pensioen. Dus, de oudere raad was net opgeheven. Dus ik had tijd voldoende. Dus daar heb ik ja tegen gezegd. En toen ik daar rondliep. En ik moet u zeggen, ik weet helemaal niks van zwembaden. En in vertrouwen kan ik hiervan zeggen dat ik niet eens een zwemdiploma heb. Maar laat dat niet verder merken, want dan moet ik mee gaan doen aan die volwassenen zwemles. En daar heb ik echt geen zin in. Dus ik heb geen verstand van zwembaden, maar u ziet daar een van mijn collega's, Bert Massé. En die is gepokt en gemazeld in de zwembaden. En wellicht zijn hier zelfs mensen onder u die van hem zwemmen hebben geleerd. En dus die was daar ook en dat gaf een goed gevoel. We liepen daar wat rond. Op dat moment werd het bestuur nog gevormd voor ons dan door een kleine organisatie uit Rotterdam. En het management werd gedaan door iemand uit Emmen. Toen we daar enige tijd rondliepen, Bert en ik, toen bleek het volgende. Technisch was een dikke puinhoop. Managementcapaciteit was volstrekt onvoldoende in tijd. En wellicht ook nog op andere vlakken. En zeg maar in de genen van de organisatie zat niets van kostenbewustzijn of kostenbesparing. Wij hebben toen voorgesteld om een grondige renovatie uit te voeren. Ja, en dat gaf natuurlijk wel even problemen, want wij noemden getallen van 1,5 miljoen. En toen liet men het door Sweco, grond mij in die tijd, tegenwoordig Sweco, onderzoeken. En in december 2012 kwamen die met het bericht dat het 1,8 miljoen moest kosten en dat de tent ook meteen dicht moest, want dat was gevaarlijk. Nou, dat is toen gedaan.
Maar uw raad in die tijd, dat was u natuurlijk niet persoonlijk, maar uw raad moest daar nog wel eens even over nadenken, die 1,8 miljoen. Dus er zijn zelfs scenario's geweest van sluiten die handel. Gelukkig is dat niet gebeurd. Wij zijn nog steeds dankbaar dat destijds de gemeente heeft besloten, uw raad, om die 1,8 miljoen ter beschikking te stellen. Daar was wel een maar bij. We moesten ook nog bezuinigen. En dat was in die tijd een exploitatiebijdrage van 425.000 euro. Daarvan gaat overigens bijna 2 ton terug naar de gemeente als huur. En dat moest terug naar 375. Wat men er ons toen nog niet helemaal bij verteld had, is dat in de jaren daarvoor het usance was dat we 80.000 een ton in 2012 120.000 over het budget heen ging. En dat moest ook bezuinigd worden. Dat was dus een zware opgave. Bert en ik hebben toen een plannetje gemaakt. En een belangrijk onderdeel daarvan was natuurlijk besparing op energie. Ook besparing op management. We hebben toen samen ongeveer 5 jaar lang zelf het management gedaan. En dat scheelt een slok op een borrel. Want die mensen uit Emmen zijn niet goedkoop, kan ik u zeggen. Nou, nogmaals, die energie is een belangrijk element geweest. En ik wil u even laten zien in de presentatie wat we daar gedaan hebben en wat we nu als vervolg hebben. Ik moet zeggen, de presentatie gaat een beetje snel, omdat ik dacht 5 minuten, dus hij duurt 4,5 minuut. 5 minuten hoor. Ja, ik denk nou, er is wat ruimte. Ik kan iets langer mijn intro... Een minuutje dan vooruit. Maar nu gaan we naar de presentatie. Ik zal heel globaal even een paar dingen erbij zeggen, maar niet in alle sheets uitgebreid ingaan. Ik neem aan dat aan het eind van deze presentatie nog gelegenheid is tot het stellen van vragen. Ja, het is project gasloos. Hè. Eigenlijk zit het bestuur in dat projectteam, inclusief de manager die we nu hebben. We gaan even kijken naar het doel, wat al gedaan is, het plan, de kosten eraan, financiering, terugverdientijd en de globale planning. En het doel is om Zwanenburg gasloos te maken. Oftewel geen aardgas meer te gebruiken. Nou, wat is al gedaan? En daar laten we dan de cijfers even spreken. We zien steeds een trendbreuk in 2013. Dat was de tijd van de renovatie. Dus 2013 en 2014 was ook nog een deel van de renovatie. Worden in de getallen niet genoemd, maar u ziet hier bijvoorbeeld het gasverbruik van een 180.000... kopen we nu nog een 88.000 in. Dus bijna gehalveerd. U ziet hier dat we ook een warmtepomp en zonnecollectoren hebben geïnstalleerd. En dat heeft daarin meegeholpen. Ook elektriciteitsverbruik is belangrijk verlaagd. U ziet in 2015 een duidelijke vermindering. 2016 gaat weer omhoog, omdat we dan die warmtepomp moeten bedrijven. En hier ziet u de zonnecollectoren, want die gebruiken we dan voor een belangrijk deel om die aan te geven. Wat heel belangrijk is, en veel zwemlanden wordt vergeten, is het waterverbruik. Dat is gigantisch teruggebracht, zo'n 9 miljoen liter per jaar besparen. En u moet zich realiseren dat water in een zwembad een kleine 4 euro kost. Wat daarmee helpt is UV-reactoren die extra reiniging. In het verleden 2 miljoen kilowattuur. Als je gas omrekent naar kilowatturen, 2 miljoen. Dat is in eerste instantie teruggebracht naar 1,4 miljoen. Nu zitten we op ongeveer 1 miljoen. En als we straks naar gasloos gaan, dan gaat de energieverbruik niet omlaag. Maar wel wat we in moeten kopen, dat is dat onderstukje groen. Dat is heel gering, nog maar 20%. Ja, we hebben allerlei acties gedaan. En hier is dat een beetje, zeg maar, want we hebben ze tegelijkertijd gedaan. Je kunt dat niet zo goed isoleren, maar de beste schatting is ongeveer dit. Waar wij vooral trots op zijn, is dat eerste regeltje. Het heeft niks gekost, is een kwestie van discipline en aandacht. Wat gaan we doen? Als je een verduurzaamheidsconcept hebt, dan zie je 3 dingen. Eerst wil je het beperken van je energieverbruik. Nog extra isolatie, warmte terugwinning bij de kleedkamers. Een tweede is energie opwekken. En het belangrijkste in dit project is dus het winnen van warmte uit de aarde. Een gesloten systeem, we laten water de aarde ingaan en komt met een wat hogere temperatuur terug. En je wil natuurlijk, als je dan toch nog inkoopt, zo maximaal mogelijk gebruiken. Het betekent een hoge COP en eventueel groene energie inkoop. Hier is het schema, dat bovenste deel dat hebben we al, dat onderste deel symboliseert de aardwarmte. En in de zomer zullen we vanaf het bestaande systemen het terugploegen de aarde in, wat we dan in de winter extra kunnen gebruiken. Ja, het kost geld. Een 500.000
provinciaal 140.000 is toegezegd. En als u akkoord gaat en uw raad gaat akkoord, dan doet de gemeente daar 150 bij en we lenen 210. Ja, dat moet terugverdiend worden. Er is een modelletje voor ontwikkeld waar je parameters in kunt geven. Nou, hier staan de parameters gegeven die we hebben ingevoerd. Als we niks doen, dat komt dan op het volgende plaatje, ziet dat die kosten zullen stijgen, met name onder invloed van aardgas. We verwachten dat aardgas wat meer gaat stijgen dan elektriciteit. Als we aardgas weghalen, dat is dan nog dat groene gedeelte, dat zijn dan de energiekosten. Maar het vergt ook onderhoud en beheerskosten, dat is dat blauwe. En dat gele, ja, dat is dus de aflossing. Dus na een jaar of 9 is die 210.000 euro afgelost en gaat het ten gunste van de exploitatie komen. Hier zie je nog even energiekosten. Ik zei al, 2012 was een rampjaar in die zin. Dat zal teruggaan, maar vanaf dat we gasloos hebben, duurt het toch een tijd voordat we ook de financieringskosten eruit hebben. Nou, dit is de globale planning. Tweede kwartaal 2020 zou het in bedrijf genomen moeten worden. Wat ik nog vergeten heb, dat u net een foto zag met een stukje wat in de krant genoemd werd, zinloos gras. Nou, we hebben dat nog wat aan toegevoegd. We willen daar dus ook een bio-vriendelijke omgeving. En we zullen binnen de organisatie de plastics zoveel mogelijk terugdringen. Nou, we hopen op een positief besluit. En als u vragen heeft, dan wil ik die graag beantwoorden. Dank u wel, meneer Beekman. En om daarmee op aan te sluiten, zijn er op dit moment leveren nog vragen die nu aan de heer Beekman gesteld kunnen of moeten worden, alvorens we het stuk gaan behandelen. Mevrouw Driehuis. Dankjewel, voorzitter. Nou, allereerst alleen maar lof voor dit plan. Heel mooi. Daar zijn we heel blij mee. En als ik het goed begrepen heb, geeft u aan dat u nog 20% energie blijft inkopen. Ja. Is het dan de bedoeling dat dat in de loop van de jaren ook gaat afnemen? Of is dat gewoon iets... Kijk, een warmtepomp. Ik sprak over COP. En COP staat voor coefficient of performance. Dat betekent, in een warmtepomp stop je er 1 kilowatt in. En dan hoop je er 5 kilowatt uit te halen. Warmte. Die 1 kilowatt moet je er wel instoppen. Dat is elektrische energie. Wat je eruit krijgt is warmte. En je hebt geen warmtepompen met een COP van oneindig. Je hoeft er niks in te stoppen en er komt vanzelf wat uit. Dus je zal altijd energie nodig hebben, maar in het derde kwadrant, of nou kwadrant niet, in het derde deel, zag je dat een overweging is om daar groene energie in te kopen. En dan ben je fossielvrij. Dank u wel. Voldoende beantwoord, mevrouw Driehuis. Verder nog vragen? Meneer Nijmeijer. Dank u, voorzitter. Vanmorgen was er op Radio Drenthe was er een klein stukje over die ondergrondse leidingen. En daar werd aangegeven dat men al corrosie had geconstateerd. En men dacht dat dit tot milieuvervuiling kon leiden. Men wil dus extra controles daarop hebben. En de buizen, de kwaliteit van zou verbeterd moeten worden. Is hier in dit plan ook al rekening mee gehouden of gaat dit extra kosten mee, met zich meebrengen? Kunt u even, meneer Beekman, moet even een knopje indrukken met de microfoon. Ja. Nee, wat ik zei, ik ga hier natuurlijk niet zeggen, oh ja, nee, we hebben buizen gekozen die stevig corroderen. Dus we moeten nog leveranciers benaderen. Daarbij is ook Sweco, het engineeringsbedrijf, betrokken. En we zullen natuurlijk uiteraard de specificatie zodanig opstellen dat je mag verwachten, redelijkerwijs, dat er geen technische storingen en corrosieverschijnsel optreden. We hebben daar natuurlijk ervaring mee in zwembaden. Hè. Zwembaden zijn natuurlijk in de omgeving vrij corrosief. Ik moet zeggen, ik heb zelf een keer een cursus vervolgen, corrosiedeskundige. Dus, maar deze buizen bevinden zich buiten het zwembad. He, die gaan de grond in. Het is een gesloten systeem. He, een tijd terug was er nog wel wat gedoe in Groningen. He, met dat men daar ook aardwarmte ging gebruiken. Dat is een heel ander systeem. En daar gaat men 2,5, 3 kilometer diep en haalt water van 80 graden omhoog. Dan onttrek je wat uit de aarde. Wat wij doen is een gesloten systeem, een buizensysteem. Het water is boven pakweg een graad of 7, dat gaat naar beneden. En komt met een graad of 14 terug. En de warmtepomp pakt dan van die 14 graden een graad of 4 af, die oppiept. En die kunnen we dan gebruiken om dingen te verwarmen. En we zullen ervoor zorgen dat die buizen niet corroderen. Dank u wel voor de beantwoording. Nog verdere vragen op dit moment? Niet. Dan gaan we
over tot de behandeling van het... Dank u wel. U kunt weer, u mag ook hier plaatsnemen vooraan, als u dat prettig vindt, dat u de braadslaat kunt volgen. Goed, zoals gezegd gaan we nu verder met de behandeling van het voorstel De Zwanenburg project Gasloos. Het voorgestelde besluit behelst een investeringskrediet beschikbaar te stellen van in totaal €500.000 voor de realisatie van het project De Zwanenburg Gasloos. 2. Voor het project De Zwanenburg Gasloos een bijdrage van €150.000 beschikbaar te stellen. Punt 3. Deze bijdrage van €150.000 te dekken vanuit de algemene reserve en te storten in een in te stellen bestemmingsreserve kapitaallasten, conform BVV, en de hierbij behorende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit deze bestemmingsreserve. 4. De voor dit project aangevraagde en ontvangen provinciale subsidie van €140.000 in te zetten voor dit project. 5. De kapitaallasten van in totaal 20.300 over het resterende deel van €210.000 in mindering te brengen op de exploitatiebijdrage aan de Zwanenburg. 6. Het voordeel dat deze investering ontstaat in de exploitatie van de Zwanenburg van 1300 jaar 1 oplopende 21.600 in jaar 16 te gunste laten komen van de gemeente. En dan de wijziging van het programma, de komende eventuele wijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen. We beginnen met het vragenrondje en wie... Soppen zie ik al zijn hand opsteken. Ik begin dan met de heer Soppen. Dankjewel, voorzitter. Als we de zaterdageditie van het Dagblad van het Noorden mogen geloven, ligt hier al een hamerstuk voor ons. Zwanenburg als eerste overdekte zwembad in Drenthe gasloos, schrijft de krant. Fractie van Belangen Buitengebied Coevorden wil dit vanavond nog niet als een hamerstuk aanwenden. Want volgens mij zijn er nog veel te veel vragen voor onze fractie. En die vragen die wil ik nu eigenlijk met de portefeuillehouder delen. Een investering van €500.000. In het hele stuk zien we een terugverdientijd van 7,7 jaar. Dat lijkt ons niet helemaal juist. Een investering... waarop jaarlijks een besparing van €21.600 wordt gerealiseerd, geeft volgens ons een andere uitkomst. Ook als we de subsidie van de provincie Drenthe ervan af gaan halen. Dan even een vervolgvraag met die subsidie. Stel dat wij nou niet tot een akkoord kunnen komen. Vervalt dan de subsidie of binnen welke termijn vervalt dan de subsidie van de provincie? Dus dat is even het stukje het financiële. Of zien wij dus de terugverdientijd, zien wij dat gewoon verkeerd, meneer Brink? Tweede gedeelte van mijn vraag is, Coevorden heeft nog niet echt een energiebeleid ontwikkeld. Vindt de portefeuillehouder het niet nodig om ook alle andere accommodaties in de gemeente in de energietransitie te betrekken? We denken dan aan de overige 3 zwembaden. Waarvan we in ieder geval al van Zwembad Zwelo weten dat ze eigenlijk dit ook wel willen. Maar dat het ook een kostenplaatje van €75.000 wat daaraan vasthangt. Maar dan denk ik ook aan sportaccommodaties, dorpshuizen. Is daar dan straks geen geld meer voor als wij dit gaan goedkeuren? Laatste vraag. De installatie zelf. Gelukkig heeft de heer Beekman vanavond iets meer toegelicht over die installatie. Want uit de krant eigenlijk vernam ik al meer dan dat wij in onze documentatie hadden staan over die installatie. En eigenlijk heb ik daar nog wel een vraag over. Is er wel voldoende rekening gehouden met de risico's van vervanging van onderdelen tijdens de levensduur van de installatie? Verder las ik nog een haalbaarheidsonderzoek, dat die al goedgekeurd is. En mijn vraag is, door wie is dat haalbaarheidsonderzoek is dat uitgevoerd? En hij is uitgevoerd, maar door wie en hebben wij daar ook inzage in? Nou, voorlopig zijn dat eerst even mijn vragen van de fractie.
Meneer Brink. Voorzitter, ik hoop dat u alle vragen bijgehouden heeft. Ik wil ze straks nog een keer herhalen. Nee hoor, maar... ze kunnen beter vraag voor vraag gesteld worden. Dat lijkt mij ook wat handiger. Ja. Ik zal proberen uw vragen en opmerkingen van een antwoord te voorzien. Geen hamerstuk, dat klopt, want het ligt hiervoor in de commissie en dat is gebruikelijk. En of de krant nu meedeelt of dit een hamerstuk is of niet, de regels van uw raad gelden hier. En het is geen hamerstuk als u dat niet wilt. Laat dat helder zijn. De terugverdientijd die is gebaseerd op de lening die de stichting aan zal gaan. En dus niet op het gehele bedrag. Als de subsidie niet besteed wordt, dienen wij die gewoon terug te betalen. Dus als het plan afgeblazen wordt, dan gaat de subsidie van de provincie gewoon weer terug naar de provincie. En uw vraag over kunnen andere accommodaties daar ook gebruik van maken? Wij hopen van harte, en mijn collega Huizing die zal daar ongetwijfeld ook wat over willen zeggen. Wij hopen van harte dat ook andere accommodaties zich kunnen verduurzamen. En de afgelopen periode, de vorige bestuursperiode, hebben we een hele bezuinigingsoperatie met de zwembaden, met de vier zwembaden, doorgemaakt met elkaar. En daar hebben we de exploitaties tot op het bord gefileerd. En de enigste post waar echt op bezuinigd zou kunnen worden, is energie. En daar hebben alle zwembaden ook werkelijk wat aan gedaan, zodat de bezuinigingsopdracht die uw raad opgelegd heeft zo goed mogelijk gehaald zou kunnen worden. We hebben toen ook een keer samen geconstateerd dat dit het dan ook wel was, wat zwembaden nog konden verdragen. En daarmee hebben we ook gezien in de benchmark die er toen uitgevoerd is, dat in Coevorden en zeker de gemeente met vier zwembaden voor een dubbeltje op de eerste rang zit, als je naar de benchmark kijkt. Dus vervalt de subsidie? Ja. Andere accommodaties? Graag. En hoeveel geld we daarvoor over hebben, zal mede afhangen van wat uw werkgroep ook als raad ter beschikking zal stellen voor de verduurzaming van die accommodaties. Maar we hebben natuurlijk voor de sport hebben we een aantal geld beschikbaar gesteld voor modernisering. Daar zal verduurzaming, en dat doe ik samen met mijn collega Huizing, zal daar zeker een hele belangrijke rol in spelen. En ook met uw goedvinden zullen wij graag de overige zwembaden uitnodigen, uitdagen om nog verder op hun energielasten te bezuinigen. Voorzitter, ik hoop dat ik alle vragen beantwoord heb. Anders komt meneer Sopper wel even. Nog even de vraag, haalbaarheidsonderzoek. Die is uitgevoerd. Door wie is die uitgevoerd? Het onderzoek wat hier aan ten grondslag ligt, dat heeft uw inspreker ook gezegd, dat is door Sweco gedaan. Dat hebben we ook op de sheets gezien. En daar zit ongetwijfeld ook het haalbaarheidsonderzoek in. En als u dat ter inzage zou willen, dan moet ik dat even, want het ligt natuurlijk bij de stichting, dan zou ik dat ook even met de voorzitter moeten vragen of u dat ter inzage kunt krijgen. Ja, lijkt me geen probleem. Wat ik nog zou willen benadrukken, dat dit plan niet ontstaan is in Zwanenburg, maar uw raad heeft in 2015 een amendement aangenomen waarbij gezegd werd niet alleen de buitenbaden moeten bezuinigen, maar ook de Zwanenburg moet daar nog een keer in participeren. We hebben dat gedaan in eerste instantie door wat is gaan heten het vierbadenoverleg. Binnen dat vierbadenoverleg is een werkgroep energie ontstaan. En juist ook vanuit de buitenbaden is onder andere, zijn twee varianten bekeken, biomassaverbranding of aardwarmte. En daar hebben we gezamenlijk met de andere buitenbaden gekozen voor aardwarmte. Daarna is het zo dat binnen de Zwanenburg dat verder ontwikkeld is en in samenwerking met Sweco tot dit definitieve plan is gekomen. Maar het is niet iets wat de Zwanenburg vanzelf uit heeft verzonnen. Het was de opdracht van uw raad dat wij verder moesten bezuinigen in overleg met de andere drie buitenbaden. En hier ligt dus het plan. Dus uw opdracht was het. Is niet, en dat staat ook in de stukken. Het is niet uit de lucht komen vallen. Het is een opdracht geweest die we in de vorige bestuursperiode ook samen met de andere baden, zoals ik net ook al zei, geformuleerd hebben, ook richting de Zwanenburg. Dank u wel voor die toelichting. Maar mag ik nog even de vervolgvraag richting die subsidie stellen? Van hoe lang blijft de subsidie staan? Is er voldoende tijd dan dat ook die overige zwembaden hierin nog
Persoonlijk, voor als we van de provinciale subsidie gebruik willen maken, zullen we bij de provincie weer opnieuw een subsidie aan moeten vragen. Maar dat doen we natuurlijk in overleg met de aanvrager en de mogelijkheden die daarvoor zijn. Goed, deze subsidie is expliciet voor de Zwanenburg. Ja, ik heb nog wel even moeite met hoe de terugverdientijd berekend wordt. Hoe meer ze, kijk, er wordt een beetje nu gekeken van er is alleen maar een lening van 210.000 euro aan de stichting, of van de stichting. Maar het blijft natuurlijk wel gemeenschapsgeld, ook die 150.000 euro. Is die dan gewoon weg? Ik bedoel, voor mij blijft het een post van 360.000 euro waarin 20.000 euro bespaard wordt en dan kom ik op een hele andere terugverdientijd. Het is maar net hoe je het wilt benaderen. Hè? Neem je de gemeente mee of is het de stichting alleen? Voor mij is het een benadering over die terugverdientijd. Ik begrijp wat u bedoelt. Vanuit de stichting is dit een correcte benadering. Ze hebben een lening van 210.000 euro. Daar is deze terugverdientijd op gebaseerd. Maar u ziet ook dat de gemeente natuurlijk in de exploitatie al vanaf het begin profiteert. En u zou nog, maar dan moet ik ook even de techneuten vragen, of de terugverdientijd van het totale bedrag wat de gemeente erin steekt ook te berekenen is. Want het zou misschien wel interessanter zijn. Maar als u dat nou bedoelt, dan met deze terugverdientijd, en er is ook door een collega van u een technische vraag over gesteld, daar hebt u antwoord inmiddels op gekregen, dan kunt u ook zien dat die daarop gebaseerd is. Dankjewel, meneer Brink. Misschien mag ik nog even zeggen, kijk, ik kom uit het bedrijfsleven. In het bedrijfsleven zou ik dit project niet doen. Want dan 20 jaar, misschien wel langer. Maar er zijn maatschappelijke ontwikkelingen. Volgens mij moet in Groningen die aardgaskraan dicht. En daar moeten we allemaal in bijdragen. Maar als wij als stichting 5 ton zouden moeten lenen, dan deed het niet. Dank u wel, meneer Beekman. Ja, sterker nog, dan zouden wij daar ook geen toestemming voor geven. Wie mag ik van de andere commissieleden het woord geven? Wie wil de vragen? Meneer Mulder, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, in tegenstelling tot wat wij net hebben gehoord, wil ik vooral mijn complimenten uitspreken naar de stichting die zich echt materie eigen hebben gemaakt. En meneer Beekman die begon met, ja, ik heb geen verstand van zwembaden. Nou, volgens mij heeft hij er inmiddels heel veel verstand van. Dat bleek ook wel uit zijn beantwoording net van een paar vragen. Ja, geen hamerstuk. Nou, ik denk dat wij dit als gemeente gewoon voorrang moeten geven en dat wij hiermee mee doorgaan. Dit is een kans om ons op de voorgrond te laten zien qua verduurzaming. En wij lopen daarmee voorop in de provincie. Een van de eerste overdekte zwembaden die gasloos is. Dat is toch, ja, hoe mooi kan het zijn? We hebben eerder vanavond gehad over de regionale energiestrategieën. Wat doen we daar zelf als gemeente aan? Nou, volgens mij doen we hier wat als gemeente. En zou ik dit alleen maar willen steunen. Meneer Mulder, we zijn eigenlijk, mooi betoog, maar we zijn eigenlijk bezig eerst met de eerste ronde, de vragen. Ja, daar kom ik nu op. Ga ik op door. Die vraag werd net ook al even aangehaald. Wat doen wij voor de andere zwembaden? Inderdaad heeft Zwelo al een concreet plan. Ik heb daar ook met bestuursleden over gesproken. En ik zou ook graag een pleidooi bij de wethouder willen doen om dat niet alleen maar aan te horen, maar om gewoon concreet in gesprek te gaan met hen en ook samen naar de provincie te gaan om te kijken of zij ook die subsidie die hiervoor beschikbaar is, ook voor zwembad Zwelo en daarmee ook de andere twee buitenbaden natuurlijk. Ja, dat is een mooi pleidooi, maar het hoort niet in dit agendapunt thuis. Dus het is een vraag aan de wethouder. Ja, maar het hoort niet in dit agendapunt thuis. Hij mag van mij beantwoord worden, maar eigenlijk moeten we de dingen wel scheiden. Het gaat nu over gasloos Zwanenburg. En als u voorstellen wat doen over de andere zwembaden, dan moet u maar op een ander moment dat naar voren brengen. Maar het hoort niet in dit agendapunt thuis. Maar de wethouder mag van mij betreft het kort beantwoorden, maar zo zit het wel. Ja, voorzitter. Dat ben ik nu met u eens, want er staat een stuk in het voorstel over precedentwerking. En dat stuk zou ik graag geconcretiseerd willen zien. En dat is mijn vraag aan de wethouder. Dus volgens mij is dat heel eenvoudig. Wethouder. Ik wil u beiden graag te vriend houden.
Dus ik zal zeker de handschoen oppakken. Ik blijf ook vriend met u. Ik zal zeker de handschoen oppakken en de overige zwemaccommodaties aanmoedigen om samen met ons op te trekken om nog verder ons milieu te dienen. Dank u wel. Mevrouw Zwaan. Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie heeft kennis genomen van het stuk wat voor ligt, gasloze de Zwanenburg. Mijn collega van de BBC gaf al een aantal zaken aan waarvan wij ook toch wel vragen hebben. Met name in de argumenten, en dan spreek ik over argument 2.1, de bijdrage past binnen de gemeentelijke uitgangspunten. Waarin de gemeente inderdaad ook aangeeft zelf nog niet echt een beleid te hebben ontwikkeld. Maar dan wel een bijdrage van 150.000 euro in de kosten van het project als passend worden beschouwd. Ja, hebben we een vraag bij van ja, waar is dat bedrag dan op gebaseerd? Want er is nog niet echt een onderliggend beleid. Dus hoe kom je dan aan die 150.000 euro? Ook de openluchtbaden, de precedentwerking waar ook de heer Mulder van de PvdA over sprak, vinden wij ook een heel belangrijk punt. Zij hebben zelf al een hele grote taak daarin op zich genomen. Er is al heel veel gebeurd. Dus wij zullen het als VVD-fractie ook zeer terecht vinden dat ook zij een kans krijgen om hierin verder te verduurzamen en net als de Zwanenburg over te gaan tot bijvoorbeeld het plaatsen van warmtepompen. Wat wij ons ook afvragen, en die vraag is ook gesteld schriftelijk door de collega's van het CDA, met betrekking tot het onttrekken van een bedrag uit de algemene reserve. We kunnen lezen in de ambities die we hebben hier in de gemeente Coevorden dat wij heel graag in 2040 een energie-neutrale gemeente zouden willen zijn. En wij vragen ons daarom ook af waarom die 150.000 euro niet uit die ambitie kan worden gehaald. Dus die 193.000 euro die daar voor 2019 voor staat, zou daar die 150.000 euro daar dan niet uit onttrokken kunnen worden in plaats van uit de algemene reserve. Mevrouw Zaan, ik zou voor willen stellen dat de wethouder eerst de vragen gaat beantwoorden. Goed. Want er zijn nu al een hele reeks en het beste is als u vraag voor vraag stelt, als u een vraag stelt, dat de wethouder een antwoord. Want anders wordt het een heel verhaal. Zegt u maar met welke vraag, als u kort wilt zijn, even korte vragen wilt stellen aan de wethouder. De beleidsvraag vanuit argument 2.1. Dus de 150.000 euro vindt u reëel, maar er is nog niet echt beleid. Dus waar baseert u dat dan op? Is dat uit de lucht gegrepen of is dat een reëel bedrag ten opzichte van de subsidie van de provincie? Of... Eén ding hebben we in deze raad afgesproken, dat we energie-neutraal willen zijn. De bijdrage van 150.000 euro is gebaseerd op het totale rekensommetje van de totale kosten. We hebben ook gezien dat we dat aanvankelijk de provincie 2 ton zou doen. Wij hebben gedacht dat 150.000 euro is een hele mooie bijdrage om dit voor elkaar te krijgen. Ook in de gedachte, precedentwerking, wat u al zei, zouden we dit ook waar kunnen maken als anderen daarbij komen. Wij denken dat we dit waar kunnen maken. De ambitie is op zich, uw ambitie is op zich nog niet op geld gezet. Maar mijn collega Heusing heeft ook aan uw raad tijdens de begrotingsvergaderingen gezegd dat hij niet kan wachten tot met beleid totdat uw raad helemaal compleet uw plan aan deze raad voor gaat leggen. Dus wij hebben gemeente om proactief te zijn, om ook een reëel beeld te geven, niet alleen voor de Zwanenburg, maar ook voor andere accommodaties. Ook met in ons achterhoofd dat we sportaccommodaties, andere sportaccommodaties, bij hun modernisering verder gaan verduurzamen, hebben wij gemeend om deze 150.000 euro heel reëel te vinden, ook in het licht van andere accommodaties die nog aan de beurt komen. Dank u wel. De volgende vraag, mevrouw Zwaan. Ja, dat was eigenlijk nog de belangrijkste vraag. De vraag vanuit de ambitie, hè, de energie-neutrale gemeente in 2040. Waarom het dan niet zo kan zijn dat daaruit een bedrag wordt onttrokken, dus van die 193.000 euro, waarom wordt die keuze niet gemaakt en wel de keuze gemaakt om die 150.000 euro uit de algemene reserve te halen.
En die dan dus in een bestemmingsreserve te plaatsen. Als u het goed vindt, voorzitter, neem ik deze beantwoording. Dat is goed. Collega Brink gaf al aan, die ambitie 2040 energie neutraal. En sterker nog, voor gemeentelijke gebouwen willen we kijken hoe we dat in 2030 al voor elkaar kunnen krijgen. Nou, het gebouw dat de heer Beekman gaf het al aan, het is gewoon een gebouw wat uiteindelijk... Het was, ja dat klopt, het was een gemeentelijk gebouw, het is nog steeds maatschappelijk vastgoed. Volgens mij geldt dat voor al de zwembaden en dorpshuizen, werden al genoemd, sportverenigingen. Daar geldt die ambitie wat mij betreft dan ook voor. In dat bedrag wat u noemt van de nou, zeg maar ongeveer 190.000 euro, daar staat ook heel concreet in waar dat voor beschikbaar is. En dat is dus niet voor dit soort initiatieven. Het zou mooi zijn als we daar al een potje voor hadden. Inmiddels zijn we ook met de raadswerkgroep weer wat verder al in de afbakening van de opdracht van de gemeenteraad. En dus ook de punten waar het college mee aan de slag moet. Dus ik verwacht wel dat we daar nu stappen in kunnen gaan maken om te gaan kijken van ja, wat is nou echt nodig om die ambitie te verwezenlijken. En dat zal in ieder geval een bedrag zijn wat veel groter is dan... de 193.000 die nu in de begroting staat. Dank u wel. Zijn er nog meer vragen, meneer Hazan? Nee? Leven er verder nog? Meneer Heling, CDA. Ja, nou dat is. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hadden inderdaad een aantal schriftelijke vragen gesteld. Die zijn ook keurig beantwoord. Het blijft onze opmerking dat ze een... er een plus in de algemene middelen komt en dat de lening ten laste van de algemene reserves gaat. En u kent onze opvatting daarin, dat vinden wij geen goed rentmeesterschap. Kom ik nog wel even tot mijn vraag. Als er nu een subsidie wordt verleend door de provincie Drenthe, het is een soort van experiment dit, komen de andere zwembaden straks wel... in aanmerking voor deze subsidie. Meneer Brink. Of ze voor de provinciale subsidie in aanmerking komen, dat kan ik niet over oordelen. Daar gaat de provincie over. Voor de gemeentelijke subsidie wordt die beoordeeld. En daar zal een beoordelingscriterium aan de grondslag gaan liggen. Net zoals we dat gedaan hebben bij de Zwanenburg. Maar dat het in principe kan, ja. Want dan komen we weer bij dezelfde vraag terecht. Duidelijk, denk ik. Nou, niet helemaal. Ik heb begrepen toch dat deze provinciale subsidie is verleend omdat het een soort voortrekkerssubsidie is. Dus ik kan me voorstellen dat die voor andere projecten niet meer wordt verleend. Brink. Ik kan me voorstellen dat dat zo is, maar ik kan me ook voorstellen dat dat anders is. Omdat ik het niet weet. De provincie die bepaalt zelf hoe zij hun subsidies verlenen. Daar ga ik niet over. Dus hierbij houdt het op wat we aandienen graag, meneer Heerling. Zijn er verder nog vragen in deze vragenronde ten behoeve van dit voorstel? Nee? Dan stel ik voor dat we het in bespreking gaan nemen. En dan kijk ik even rond. Onze fractie wil het agenderen voor... U wilt het ter bespreking op de raadsvergadering als bespreekpunt. En hoe staan de andere commissieleden? VVD zie ik daar. Bespreekpunt. Het is goed gewoonte, hè? Ja, nou, het is de goede gewoonte als twee partijen minimaal het als bespreekpunt wensen dat het naar de raad gaat. Dus het gaat als bespreekpunt naar de raadsvergadering volgende week. Dank u wel. Tot zover dit... agendapunt. Dank u wel, meneer Beekman, voor de inbreng die u heeft gehad. Dan gaan we verder met punt 10. En dat betreft de samenvoeging openbare basisscholen De Piramide in Erm en De Akker in Sleen. Het voorgesteld besluit is op grond van artikel 159 van de wet op het primair onderwijs in te stemmen met de opheffing van OBS... De piramide in Emmer-Erm per 1 augustus 2019. En wie
Mag ik daarover het woord? De vragenronde. Mevrouw Katerberg. Ja, bij kleine scholen in kleine dorpen spelen een heleboel eiten een rol. De leefbaarheid van het dorp, de bereikbaarheid van de school voor de kinderen, identiteit, misschien ook werkgelegenheid en in dit geval ook tijd. 4 eeuwen onderwijs in Erm. Uiteindelijk gaat het om de kinderen en om de kwaliteit van onderwijs. En dat moet goed zijn. En daarom ontkom je niet, ook al is het, brengt het ook emotie met zich mee, aan sluiting van de school in Erm. Dus wij kunnen instemmen met opheffing van de piramide. Oké, dank u wel. Leven er verder nog vragen? Ja, meneer Bouwers. Nou, je kunt er wel vragen over stellen. Maar daar ben ik met mevrouw Katerberg eens. Ja, er is overal naar gekeken hoe je daarmee om kunt gaan. Maar uiteindelijk is het zover dat de ondergrens die wordt overschreden. En er is geen zicht op dat het verder goed gaat. Dus ja, het is zo. En je kunt hier eigenlijk niet anders dan hiermee instemmen. Je kunt er nog wel 100 vragen bij bedenken. Maar dit is de realiteit. Hoe spijtig ook. Dank u wel. Verder nog vragen? Nee, dan geef ik het stuk ter bespreking als daar behoefte aan is. Geen behoefte. Wil ik u vragen het advies hamerstuk of bespreking? Hamerstuk, denk ik. Kijk ik rond. Ja, dat wordt een hamerstuk voor de volgende vergadering. Dan gaan we verder met het volgende agendapunt, punt 11. Ja. Onderwerp bestemmingsplan Bennevelderstraat 36 te Benneveld. Voorgesteld besluit. Het bestemmingsplan Bennevelderstraat 36 Benneveld ongewijzigd vast te stellen. Punt 2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. Wie wil er over het woord? Niemand. Een bespreking dan ook niet, neem ik aan. Dan neem ik aan dat dit een hamerstuk mag zijn in de raadsvergadering. Ja, ik zie allemaal ja knikken. Dit wordt een hamerstuk voor de raadsvergadering. Dan gaan we naar punt 12. Dat betreft ons voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenking en bouw tweede bedrijfswoning en bouw werktuigenberging Nieuwedijk 23 in Koevoorde. Voorgesteld besluit 1. Conform voorstel de vereiste verklaring van geen bedenking en ontwerp af te geven. Punt 2. Daarbij te bepalen dat de ontwerpverklaring als definitieve verklaring van geen bedenking kan worden opgevat, indien tegen het ontwerp van deze verklaringen en het ontwerp van de omgevingsvergunning geen zienswijze worden ingediend. Wie wil hierover het woord? Niemand. Bespreking? Ook niet. Kan ik aannemen dat dit als hamerstuk door kan naar de raadsvergadering? Ja, knikt al ja. Dan gaat dit ook als hamerstuk naar de raadsvergadering. Dan komen we aan punt 13. Onderwerp benoeming ledenraad van toezicht de nieuwe vesten. Voorgesteld besluit mevrouw dokter G. Geits en de heer J. Benakker, MSC, zal ik nu zeggen, dat er niet. Met ingang van 1 januari 2019 te benoemen als leden van de Raad van Toezicht voor een periode van 4 jaar. Dit stuk gaat in ieder geval ter bespreking, omdat over personen gestemd moet worden, gaat in ieder geval ter bespreking naar de Raad. Maar wilt u hier nog iets over kwijt? Nee? Dan gaat ook dat als hamerstuk, als bespreekpunt naar de Raad. Dan agendapunt 14. Hamerstuk. Nee. Geen hamerstuk. Personen die benoemd moeten worden, kan niet als hamerstuk aangenomen worden. Dat komt ter bespreking in de raadsvergadering, meneer Mulder. Ik breng me helemaal van slag. Punt 14. Ja. Van slag, en het wordt ook punt 14, het verslag van de commissie 4 december 2018. Zijn daar aanmerkingen op?
Dan wordt het verslag vastgesteld bij deze en het verslag van de commissie 10 december 2018. Zijn daar aanmerkingen op? Ook niet. Dan is ook dat verslag vastgesteld. Dan komen we aan punt 15 en dat is in besloten kring wordt dat. En ik moet dan hierbij verzoeken naar dit behandeld punt 14. Zal ik dit punt de vergadering even schorsen of sluiten? Sluiten. En ik verzoek het aanwezig publiek belangstellenden de zaal te verlaten, omdat het in beslotenheid wordt behandeld. En niemand staat op, dus er is geen publiek meer. En uiteraard ook de pers wil ik verzoeken om de zaal te verlaten.